Hij studeerde geschiedenis. Hij schreef 12 jaar lang aan zijn thesis en ontdekte kort daarna dat het eigenlijk best wel leuk is om af en toe op televisie je mening te geven over allemaal kleine, onbelangrijke en hele belangrijke zaken. Hij is nu hier in Zwolle. Hij is dé Amerika-deskundige van Nederland. Hij is altijd cynisch, maar altijd eloquent. Hij is de koning van het relativeren. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Maarten van Rossum. Maarten, past die aankondiging een man van jouw statuut? Ja, ik vond het heel leuk en vriendelijk gedaan. Ik ben helemaal niet cynisch, overigens. Ik ben een realistische beschrijver van de werkelijkheid. Maar dan ben je al gauw cynisch, omdat mensen in het algemeen een volstrekt onjuist beeld van de werkelijkheid hebben. Oké. Je bent bij dit aankomende debat, wat de studenten gaan voeren, ben je in principe toehoorder. Bij de slimste mens heb je dan een belletje. En als het iets niet zint, dan mag je daarop reageren. Dat mag in principe hier ook. Maar alsjeblieft, geef ze net een beetje ruimte hun argumenten tentoon te stellen. Dan geef ik nu graag het woord aan Francine Lange. En die gaat de leiding nemen over dit debat. Maarten, je hebt het allemaal zo aangehoord. Ten eerste even, wat vond je van de stellingen? Nou, die vond ik een beetje vaag. Het werd niet duidelijk gemaakt of het gaat om het winnen van de voorverkiezingen en tenslotte de nominatie. Of dat het ging over de winnen, over het winnen op 8 november aanstaande. Dat moet je natuurlijk wel even uit elkaar houden. Mm-hmm. Omdat Trump heeft al gewonnen, maar moet alleen officieel genomineerd worden. En ik denk dat het juist is dat Clinton de democratische nominatie zal winnen. Ze moet ook nog officieel daarin bevestigd worden. En dan moeten we kijken hoe het in november gaat lopen. Wat vond je van de argumenten van de jongens? Ook een beetje vaag. Sorry hoor. En laat ik beginnen met het. Ik zou willen waarschuwen voor het gebruik van de term het volk. Het Amerikaanse volk, neem ik aan dat daar bedoeld wordt. Dat is een enorm complexe en sociale gestratificeerde groep van personen die, als je naar de kiezers kijkt, al heel gauw ergens tussen de 75 en 80 miljoen kiezers omvat. Voor beide partijen, dus het in feite uiteindelijk het dubbele. En het is niet zo dat het volk achter Trump staat. Een heel bepaald segment van de Amerikaanse bevolking, namelijk oudere, conservatieve, blanke mannen, in het bijzonder uit staten waar het slecht gaat met de traditionele industrie, die staan achter Trump. Als je kijkt naar de eerste serie van voorverkiezingen, zie je dat hij steeds ongeveer 35% van de stemmen in de voorverkiezing weet te halen. Of hij ook de meerderheid in de Verenigde Staten weet te halen, dat moeten we afwachten. Nou, dan zeg je eigenlijk wel iets belangrijks, want we hebben natuurlijk, je hebt de tussentijdse verkiezingen en de echte presidentiële verkiezingen. Je hebt zelf een keer gezegd, de oudere, vaak conservatieve, witte Amerikaan, die komt juist vaker bij die tussentijdse verkiezingen opdagen. Hij komt niet vaker. Er komt meer. Hij komt. Ja, hij komt, überhaupt. Bij een groot deel van degenen die bijvoorbeeld de verkiezing van Obama mogelijk hebben gemaakt, dat zijn minderheden, vrouwen, jongere mensen, dat zijn allemaal mensen die bij de midterms, bij de tussentijdse verkiezingen, opkomen daar. We hebben in Nederland overigens precies hetzelfde fenomeen. Voor onze Tweede Kamerverkiezing komt zo'n kleine 80% van de kiezers opdagen. En voor alle andere verkiezingen in Nederland mag je handen klappen als het 50% is. Dus dat betekent dat die verkiezingen 30% verschil scoren. En dat is de reden dat de Tweede Kamer wel iets aan kan nemen, maar dat de Eerste Kamer dan zegt, ja, wacht eens even, maar daar zijn we helemaal niet voor. En daarom heeft nu ook Obama de Senaat tegen zich? Ja, dat heeft als oorzaak de tussentijdse verkiezingen van 2014. Mm-hmm. En idem die tot 2010. Die verschillen zijn enorm. In Amerika zijn ze nog sterker dan ze in Nederland zijn. In Amerika komt bij de midterms nou op zijn beste helft van het electoraat opdagen. En dat betekent natuurlijk dat eigenlijk die verkiezingscycli die draaien beleidsmatig tegen elkaar in. He, want ja, dus die huidige Senaat en Huis, die moeten niks van Obama hebben. Sterker nog, zit hij als de zwarte Satan. En dat geldt voor een heel aanzienlijk deel van conservatief Amerika. Maar bij de midterms zijn het juist mensen die wel voor Obama willen stemmen. Ja. Als ik even ga naar een van de argumenten. Lars noemde dat als Hillary Clinton president wordt, dat waarschijnlijk dezelfde koers zou zijn als Obama nu doet. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat zou wel grotendeels kloppen. Zij is wel ietsje interventionistischer gestemd dan Obama.
Jammer genoeg overigens, ik vind dat Obama op dat punt groot gelijk had. Zij heeft natuurlijk pijnlijk verkeerd gestemd in 2002, toen die kwestie van de interventie in Irak besloten moest worden. Daar wordt ze nog heel vaak aan herinnerd, hè? Dat ze... Terecht, want ze had zich daar onvoldoende in verdiept en heeft uitgemakzuchtige overwegingen heeft ze tenslotte voorgestemd. Waarbij haar echtgenoot, die jammer genoeg ook nu weer een prominente rol speelt, waarbij haar echtgenoot zegt, better wrong but strong. Dan weak but right. Wat dus eigenlijk precies ziet, laat zien wat er mis is met de Amerikaanse buitenlandse politiek. Je zegt eigenlijk wel wat leuks. Toen Clinton gekozen werd, toen zei hij, dan krijg je de Hillary gratis bij. En nu krijg je beelden gratis bij en ik heb er liever helemaal niemand gratis bij. Ja, dat moeten we niet hebben. Een van de weinige voordelen van Mark Rutte is dat hij er niks gratis bij heeft. Ja, ik vind hem leuk, maar Bill Clinton is toch gewoon een staatsman. Die heeft toch ervaring in de politiek. Het is toch heel goed om dat als krachtige man achter de vrouw te hebben? Ik vind het eigenlijk, ze heeft nu weer gisteren of eergisteren gezegd dat hij een essentiële rol gaat spelen in het weer welvarend maken van de Verenigde Staten. En in het stimuleren van veel meer groei dan er de afgelopen jaren geweest is. Ten eerste kan ze dat denk ik volstrekt niet waarmaken. In de jaren 90 waren structureel, sociaal-economisch fundamenteel anders dan de huidige situatie waarin de Verenigde Staten verkeren. Dus dat is misleidende praat. En bovendien, hij is niet gekozen. Dat was in 92 het geval, was zij niet gekozen. En hij is nu niet gekozen. Ja, dan krijg je nog een staatsrechtelijk probleempje. Hij is namelijk al 8 jaar president geweest. Precies, de Constitutie schrijft voor dat je 8 jaar president mag zijn en dat het niet zo is dat je vervolgens mag trouwen met de volgende president en je dus in de ruimte onder de Lincoln-desk mag verschuilen in het Oval Office. Dat is niet de bedoeling. Dus ik vond dat Hillary het wel mocht doen, nu. Ja, de eerste vrouw, dat is natuurlijk ook allemaal ontzettend leuk. Maar dat dan Bill in feite tijdelijk onderzoeker op Antarctica zou worden, zonder verbinding met de buitenwereld. Dat jij zegt nu, Hillary mag het wel doen, maar jij hebt ook een keer gezegd, als ik Amerikaan was, zou ik nooit op haar stemmen. Ja, nu is de situatie zo in de Verenigde Staten dat er zijn natuurlijk maar 2 kandidaten die een kans maken. En Trump is zo erg dat ik wel gedwongen zou zijn, als ik het recht had om te stemmen, om op Hillary te stemmen. Want ik ben natuurlijk verder natuurlijk heel normaal en pragmatisch ingesteld. Uiteraard. Ik ben niet suïcidaal. Nee. Ik hoorde beide jongens het woord oorlogsmoe zeggen. Amerika zou oorlogsmoe zijn of niet. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik denk wel dat Amerika een beetje oorlogsmoe is. Amerika heeft veel oorlogen gevoerd na de Tweede Wereldoorlog, die eigenlijk allemaal min of meer mislukt zijn. En dan zijn ze een tijdje oorlogsmoe. Maar de modale kiezer heeft het geheugen van een garnaal. Dus na een jaar of wat zijn ze dat weer vergeten, dat ze oorlogsmoe zijn. En dan is het altijd weer flink om erop te meppen. Omdat better wrong but strong. Maakt altijd een geweldige indruk als je gaat interveneren. Dat het daarna totaal fout loopt, ja, dat is jammer. Maar nou, denk aan Irak, denk aan Afghanistan, niets gewonnen. Overigens zijn wij daar ook bij betrokken geweest, dus laten we er niet al te grote mond over hebben. Even tussendoor. Oeruzgan is al lang weer in handen van de Taliban. Is IS een direct gevolg van de oorlog in Irak? Ja, naar mijn idee wel, ja. Okay. Dat zou er niet gebeurd zijn als de Amerikanen die interventie niet hadden ondernomen. Dan gaan we even de diepte uit, daar mag je zo een half uur over door. Ik kijk even gewoon naar 2 jonge jongens, studenten, die geïnteresseerd zijn in de Amerikaanse politiek. Vind je dat belangrijk? Ja, dat vind ik wel nuttig. Ik zou ook de laatste persoon ter wereld zijn te zeggen dat dat flauwekul is, want dan heb ik mijn leven ook eigenlijk voor niks gegeven. Dus dat zou een beetje typisch zijn. Ik vind wel dat er in Nederland een overdreven belangstelling is voor de Verenigde Staten. Als ik het vergelijk met de belangstelling voor dat land wat voor ons verreweg het belangrijkste is in deze wereld, namelijk de Bondsrepubliek Duitsland. Daar gaat 30% van onze export heen. Daar komt 30% van onze import vandaan. Alleen halve garen kopen Amerikaanse auto's. En je koopt een, nou ja, merkwaardig nog, of een Duitse of een Japanse auto. Hè. Verlies de oorlog en je raakt je auto's goed kwijt. Kijk jij nu nog met dezelfde interesse die jij bijvoorbeeld 20 jaar geleden had naar Amerika, naar de Amerikaanse politiek? Jij zei toen, ja, in Amerika gebeurt het, daar wil ik zijn. Nou, je bent nu in Zwolle. Ja, dat is een... Ik weet wel dat ik voor het eerst van mijn leven ergens in Manhattan wandelde. Misschien wel Park Avenue, Fifth Avenue. En dat is een heel bepaald geluid wat je daar hoort. Ken je ook uit van de film.
En ik liep daar en ik dacht van, this is the place to be. Ook in het Engels natuurlijk, hè, dat begrijp je wel, met een beetje Nederlands accent, maar toch. Terwijl als je mij gevraagd had, ja, maar wat gebeurt hier dan eigenlijk? Hè, in mijn head, ik zou het verdomd niet geweten hebben, maar de hele sfeer, het geluid, de dynamiek, het feit dat mensen veel harder lopen in Manhattan dan ze elders in de Verenigde Staten lopen. Ik zou niet direct denken dat dat bij jou past, maar... Nee, daar zie je aan dat ik in mijn jonge jaren toch heel gevoelig was voor dit soort van valse emoties. Maar goed, er gebeurt in Manhattan meer dan in Zwolle. Die nemen we maar even. Ik denk dat het tijd is om jou de vloer te geven. Ik wil graag een heel groot applaus voor de heer Van Rossum. Dank u wel. Ik wou vooral aandacht besteden aan iets waar je niks over hoort op de Nederlandse televisie. En dat is een iets structurelere analyse van het hele verkiezingsapparaat wat de Amerikanen erop nahouden. Hoe werkt dat eigenlijk precies en wat heeft dat voor betekenis voor de beide kandidaten die we nu hebben? Ik zal heel kort nog iets zeggen over die beide kandidaten en het ongewenste karakter van de kandidatuur van Donald Trump. Die naar mijn idee waarschijnlijk toch genetisch verwant moet zijn aan Pim Fortuyn. Ja, dit zijn de enige twee politici die ik ooit heb horen opsnijden over hun seksuele prestaties. Dan ben je eigenlijk al ongeschikt voor de politiek, zou ik zeggen. Dan kun je veel beter aan het programma van Goedele Liekens deelnemen dan je kandideren voor een belangrijke politieke functie. Maar het tekent eigenlijk hun karakterologische onvolwassenheid, het narcisme, de enorme aandachtsbehoefte die die beide politici hadden. En u weet, Pim Fortuyn is het grootste ongeluk wat Nederland na de Tweede Wereldoorlog is overkomen. En ik hoop dat ze Trump... Oh, er is er één verdwenen. Ik hoop dat ze Trump niet kiezen, want dat zou toch hele vervelende negatieve effecten kunnen hebben. Al is het juist dat Senaat en Huis gezamenlijk een hoop zouden kunnen frustreren van wat de president doet. Maar ook retorica heeft zijn betekenis. En tot nu toe heeft die retorica van Trump bepaald geen indruk op mij gemaakt. Maar wel op dat deels randebiele electoraat wat hij heeft getrokken. Ja, u weet, er is een soort van binzenwaarheid in de politiek. De kiezer heeft altijd gelijk. Daar moeten we echt vanaf. De kiezer heeft meestal ongelijk. En laten we het politieke systeem dankbaar zijn dat enigszins het ongelijk van de kiezers weet te kanaliseren in de richting van beleid waar je op de lange termijn iets aan hebt. Maar goed, nu het Amerikaanse politieke systeem, waarbij het allereerst van de grootste betekenis is dat het een getrapt kiessysteem is. Het doet denken aan onze provinciale staten die tenslotte leiden naar de Eerste Kamer, want men brengt zijn stem uit voor het electoraal college. En bovendien is het niet een verkiezing met een popular vote in het hele land. Het zijn eigenlijk 50 verschillende verkiezingen in de 50 verschillende staten. En ook in die 50 verschillende staten is de dynamiek van het verkiezingsproces totaal verschillend. En als het in de ene staat zus gaat, wil dat niks zeggen over andere staten. Want die hebben vaak totaal andere problemen van sociaal-economische of culturele aard. Nou, we zeggen, een staat als Utah is in handen van Mormonen. En dat betekent dat we eigenlijk nu al weten, nou, dat is wel interessant. Je zegt, je was altijd republikeins, maar nu waren er geruchten in Utah dat ze Trump zo'n ongelofelijke zondaar vonden dat ze daar misschien toch niet op zouden kunnen stemmen. Wat, nou, niet veel goeds betekent voor de kansen van Donald Trump. Er zijn dus, de Amerikanen kiezen voor het electoraal college. Elke staat heeft een aantal vertegenwoordigers in het electoraal college die u zelf kunt uitrekenen. Want dat zijn de twee senatoren plus de delegatie die de staat in het Huis van Afgevaardigden heeft. Dat betekent dat het minimum aantal electors wat elke staat heeft 3 is. Namelijk 2 senatoren en je hebt zoveel staten die, een aantal staten die zo weinig inwoners hebben dat ze maar 1 vertegenwoordiger in het huis hebben. Bijvoorbeeld de staat Vermont of de staat North Dakota of de staat Wyoming of de staat Montana geloof ik ook nog steeds. 3. Waar u natuurlijk eigenlijk meteen al uit kunt afleiden dat er een enorme bias zit in het Amerikaanse politieke systeem ten aanzien van conservatieve, agrarische, dunbevolkte streken. De grootste delegatie in het electoraal college is Californië.
Californië heeft zo'n tegen de 40 miljoen inwoners en een bruto binnenlands product wat groter is dan Frankrijk. En heeft 55 stemmen in het electoraal college. Als u nu naar de cijfers zou kijken, telt alles bij elkaar op, dan zou u dus komen aan 435 plus 100. En dan zit u dus aan 535 stemmen in het electoraal college. En dan zult u tot uw verbazing zien dat het er drie meer zijn. Dat is voor Washington DC. DC stemt altijd democratisch, dus dan weet je ook al wat dat tenslotte zal gaan worden. In het electoraal college moet je een meerderheid halen om president te worden. Die meerderheid is nu, reken het maar even uit, 270 electors moeten op je stemmen. In Maine en Kansas zit het iets ingewikkelder in elkaar, maar dat ga ik u niet uitleggen. Dat moet u gewoon even nalezen op de Wikipedia. Nu wil het wonderlijke geval dat van die 50 staten die er zijn, er maar ongeveer een stuk of 15 zijn waar de verkiezingen er iets toe doen. En dat komt om in 35 andere staten eigenlijk, iedereen al lang weet hoe die staat tenslotte zal stemmen in het electoraal college. Men is wettelijk overigens niet gebonden aan de winnaar van de stemmen in het electoraal college. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van de founding fathers, was laten we iets zetten tussen, niet waar, het klootjesvolk aan de ene kant en de president aan de andere kant. Maar de werkelijkheid is dat er is wel eens afgeweken door electors van wat ze zouden moeten stemmen, maar dat is toch alleen maar zeer, zeer incidenteel gebeurd. Kortom, er zijn eigenlijk maar 15 staten waar die verkiezingen een heel belangrijke rol spelen. Dat zijn de zogenaamde swing states. Iedereen kent wel een paar swing states. U weet, ze gaat straks kijken op 8 november, hoewel u wel verdomd lang op moet blijven. U kunt ook gewoon naar bed gaan en de volgende dag kijken hoe het afgelopen is. Omdat u misschien, nou ja, exit polls kunnen ook heel, heel misleidend zijn. Vertrouwt u nu ook niet al te veel op de opiniepeilingen. 6 maanden van tevoren zegt dat echt geen bal. En die opiniepeilingen die meten ook niet of die mensen die een opinie geven daadwerkelijk zullen komen stemmen, ja of nee. En bovendien, die opiniepeilingen zijn misleidend omdat ze gaan over de popular vote, terwijl het systeem nou juist niet gegrondvest is op de popular vote. In Amerika is het zeer wel mogelijk dat iemand in de popular vote wil. Ik wil nog wel wat water hebben. Ik had dit glaasje al leeg eigenlijk, ja. Doe maar 2. U weet van Al Gore. Al Gore had vrij ruim de popular vote gewonnen. Miljoen stemmen meer, ruim een miljoen stemmen meer. En u weet wie er in het Witte Huis terecht is gekomen. Die kleine agressieve oplichter. De zoon van de oude Bush. Terwijl die oude Bush een hele fatsoenlijke man was. Die het eigenlijk in de buitenlandse politiek goed heeft gedaan. Maar zijn zoon was veel meer genetisch verwant met die vreselijke moeder dan met de vader. Ja, die vader is eigenlijk wel een vrij milde schattenbout in allerlei opzichten. Die min of meer toevallig door Reagan gelanceerd is en zo president is geworden. Maar die moeder, dat is echt een ertabak eerste klas. Hoewel zij ook haar zoon Jeb niet verder heeft kunnen helpen. Overigens had Barbara Bush van tevoren gezegd, wij vinden eigenlijk 2 Bushes wel genoeg. En ik begrijp eigenlijk niet waarom er een derde moet komen. En nou ja, dat heeft kennelijk Jeb zo aangetast in zijn ziel. Dat hij door Trump van het toneel gespeeld is. Ja, u kent er wel een paar swing states. Ohio is een swing state. En als u gaat luisteren en heel lang op blijft dus. Maar als u hoort dat Ohio niet voor de Republikeinen is gegaan, dan is het eigenlijk klaar. Zoals het ook in 2012 klaar was toen Ohio ging naar de Democraten. Ik dacht dat het 11:15 was, Amerikaanse tijd. En toen kon je rustig gaan slapen. Toen wist je dat Mitt Romney het niet zou worden. Overigens, bij Mitt Romney zaten de opiniepeilingen er fundamenteel naast. Alle grote pijlers zaten ernaast. Alleen Nate Silvers had gelijk, als u het zich nog goed herinnert. Als u weet wie Nate Silvers is, dan ga ik niet uitleggen, want daar heb ik geen tijd voor. Kunt u ook opzoeken op de Wikipedia. Nu zat Nate Silvers, zoals hij altijd, bijna altijd gelijk heeft, er falikant naast, want hij had Trump niet verwacht als kandidaat. En eigenlijk heeft iedereen, ikzelf in kluis, er falikant naast gezeten. Niemand had gedacht dat deze fabulant, niet waar, dat deze goedkope populistische kletsmajoor, dat deze ingrijpende schertsfiguur, dat die een kans zou maken. En dat
misschien kunnen we straks nog even uitleggen hoe dat toch zo gekomen is. Waarover u niet al, u moet niet te veel lachen om Trump in Nederland. Niet waar hebben we dit hele circus gehad rond Pim Fortuyn, die ook door sommige ouderen hier tijdelijk als de Messias is beschouwd. Ik zal u niet vragen wie op hem gestemd heeft in, wat was het, in mei van het jaar 2002, maar dan moeten hier vooral mannen zijn geweest die op hem gestemd hebben. Het wordt hoogste tijd dat iemand eens de waarheid zegt. Het is eigenlijk een klote land wat al jaren op de verkeerde weg is. Nou ja, dat type van retoriek, dat hadden wij ook in Nederland. Wat heel merkwaardig was, omdat het in Nederland al jaren goed ging. Maar ik zei er straks al, heel veel kiezers hebben niet de geringste benul van wat de werkelijkheid eigenlijk is. En je kunt ze dus ook van alles en nog wat wijs maken. Als je dan maar de brieën hebt en laten we zeggen, de televisiecharisma om ze dat wijs te maken. En dat had Pim Fortuyn. 16% van de Nederlandse kiezers heeft op Pim Fortuyn gestemd. Misschien mag ik erop wijzen dat op dit moment iets meer dan 25% van de kiezers aan Maurice de Hond elke zondag meedeelt, bereid te zijn op een nog veel grotere flessentrekker te stemmen. Niet waar? Namelijk de bekende HAVO-scholier uit Venlo. Ook door velen in Nederland gezien als een soort van politieke verlosser die precies zegt waar het op staat. Zodra er over iemand wordt gezegd, hij zegt precies waar het op staat, dan weet u eigenlijk al dat het slap gelul is. Goed. Dus die verkiezingen die voltrekken zich eigenlijk alleen in de swing states. Want laten we zeggen, we nemen een staat, Wyoming. Wyoming heeft de Republikeins gestemd sinds 1934 en zal ook deze keer Republikeins stemmen. Misschien dat niet alle Republikeinen tevreden zijn met Trump daar, maar ze zullen Republikeins stemmen. Ze hebben nooit anders gedaan. Misschien hebben ze al lang geleden het hele democratische deel van het biljet eraf geknipt. Dat zou ook kunnen zijn. Of nou, ik denk dat ze stemmachines hebben. Wij ook. Heel onbetrouwbare machines en al. Terwijl u weet ook dat de staat Massachusetts, dat weten we al lang, die zal democratisch stemmen. En de grote staten New York en Californië zullen ook democratisch stemmen. In het, zeg 25, 30 jaar geleden was er nog een kans dat de staat als Californië dat die republikeinse stemmen, dat is al lang en breed voorbij, omdat de Republikeinse partij zo aardsconservatief is geworden dat men niet meer bereid is in de staat als Californië of New York daarop te stemmen. Zij dat u natuurlijk goed moet kijken dat in de verschillende counties heel upstate New York stemt republikeins. Maar natuurlijk het overgrote deel van de bevolking woont in die puntzak. Als u even kijkt naar hoe de staat eruit ziet. Dat platteland wordt overstemd, zelfs in Massachusetts. Niet waar wordt de stem bepaald door Boston of Greater Boston. En als u naar het westen gaat in Massachusetts, wordt het gewoon een republikeinse staat. Kijk, zodra u denkt van potverdrie, het is platteland, stemmen ze republikeins. Als u naar een kaartje kijkt van de counties in de Verenigde Staten, zult u zien dat de Verenigde Staten groot en is rood zijn. Dat is republikeins. Maar er zijn een aantal blauwe stipjes. Dat is het stipje Los Angeles en het stipje New York en het stipje Boston. Nou, dat is het urbane Amerika. Het stedelijke Amerika wordt feitelijk al decennia gegijzeld, niet waar, door een zwaar bewapende dorpsbevolking die in grote trekken tussen de urbane centra woont. En dat is eigenlijk een hoogst pijnlijke zaak en dat komt omdat het systeem zo in elkaar zit dat het platteland en met name relatief kleine minderheden in het systeem een heel sterke veto-achtige rol kunnen spelen in dat systeem. Het is bijvoorbeeld zo dat als u naar de Senaat kijkt, u zult zijn denken als je meer dan 50 senatoren hebt, 51, de vicepresident mag zijn stem uitbrengen om 50-50 te breken. Dan zult u denken dat je 51 genoeg hebt, maar zo is het helemaal niet. Je hebt in de Senaat 60 stemmen nodig om het debat te beëindigen. Dat betekent, dat heeft te maken met het filibuster systeem. Dus u bent eigenlijk in de minderheid, u heeft 40 senatoren, de andere partij heeft er 60, maar het wetsontwerp bevalt u niet, dan kunt u het wetsontwerp doodpraten in de plenaire vergadering. Dus dan leest u kookboeken voor, of Carl May, of nou ja, wat u maar voor. De Bijbel is vanzelfsprekend in Amerika een bijzonder populair voorleesboek. Terwijl ik maar heel weinig boeken weet die zo volkomen krankjoren zijn als het Oude Testament.
Ik zeg het maar even ertussendoor. Mocht u erover willen discussiëren, heel graag. Ik heb het een paar jaar geleden gelezen, dus het zit er geheid in. Ja, zoals Maarten het hart zei, het Oude Testament is 8 maal zo dik en 8 maal zo gewelddadig als de Koran. Ik zeg het u maar even. Ik ben een glad voorstander van het verbieden van de Koran, maar dan wordt het Oude Testament ook verboden. Als u daarmee akkoord gaat, dan gaan we lekker verbieden. Dan weet ik nog een paar andere dingen die ook verboden gaan worden en zo. Heerlijk. Maar laat ik niet afdwalen. Het gaat dus om de swing states. Als u in Amerika bent, en u bent bijvoorbeeld in een swing state, in mijn geval was dat nu Nevada, en u reist naar een niet-swing state, waar iedereen weet wat er gestemd gaat worden, dan doet zich een heel merkwaardig verschijnsel voor, want u denkt, wat is er gebeurd? Er zijn s'avonds geen politieke advertenties meer op de televisie, er zijn geen debatten op de televisie, er zijn geen bumperstickers meer, er staan geen bordjes meer in de tuinen van de mensen van stem op die of stem op die. Het is gewoon helemaal afgelopen, alsof de hele verkiezing niet bestaat. Dat is wat er gebeurt als je van Nevada over de staatsgrens Utah binnenrijdt, want Utah is mormoons en, nou ja, stemt dus republikeins. We zullen zien wat Utah nu in november gaat doen. Overigens het mormoonse geloof. Ik weet niet of u daarvan een beetje op de hoogte bent. De meeste geloven zijn krankzinnig. Maar dit is een gekwadrateerde krankzinnigheid waar je niet van terug hebt. Ja, dat normale, intelligente mensen zulke onzin kunnen geloven, daar begrijp ik helemaal niets van. Ik ga het u niet uitleggen hoe het zit, maar het zit echt heel erg gek. Ja, nou, het komt er een grote trek op neer dat het gesticht is door een man die een hele orthodox christelijke vrouw had, maar hij wou ook graag een vriendin erbij. Dus zij zei tegen zijn vrouw, zeg, wat dacht je ervan als ik een vriendin erbij neem? Nou, zei ze, er is geen sprake van. Daar gaan we niet aan beginnen, een vriendin erbij. Dat is de afspraak niet en de heren moet er ook niks van hebben. En toen dacht hij, de heren moet er ook niks van hebben. Als ik nou verzin dat de heren een enorm voorstander is van vriendin, en misschien zelfs van meerdere vriendinnen. He? Van de veelwijverij is het niet zo dat de Heer een warm supporter is. Dan ga ik naar het bos en dan vind ik daar 2 gouden tafelen. En dan staat op dat de Heer tot andere inzichten is geraakt en de veelwijverij van harte toejaagt. En dan laat ik die plaats zien en zeg je, wat heb je hier dan nog te vertellen? He? Nou ja, dit is eigenlijk een korte samenvatting van het mormoonse geloof. Ja, we moeten dus kijken hoe het zit in die swing states. En daar heeft zich in de afgelopen decennia eigenlijk een verschuiving voorgedaan. Er hebben zich in Amerika hele grote demografische verschuivingen voorgedaan. En bovendien is het nog zo dat in Amerika met name de jongere mensen, dat we zeggen statistisch onder de 30, in toenemende mate veel progressiever blijken te denken dan oudere blanke Amerikanen. Als u een Amerikaanse man ontmoet die ouder is dan 40, dan weet u eigenlijk, en blank is, dat moet er even bijgezegd worden, dan weet u eigenlijk, en hij werkt niet voor een universiteit, dat is wel belangrijk, dan weet u zeker dat het een geharnaste republikein is. Hè? Dat hij al die standpunten van die partij van harte deelt. En dat heeft natuurlijk te maken met, en daar komen we aan die demografische verschuivingen, aan de snelle groei van een aantal minderheden in de Verenigde Staten. En de snelste groeiers zijn de Latino's. Vandaar natuurlijk dat Trump zo lekker scoorde bij een ouder, blank, mannelijk electoraat toen hij zei dat al die Latino's in feite vuile wietrokers en verkrachters en moordenaars waren. Omdat Mexico speciaal de hele gevangenispopulatie met enige regelmaat over de grens zet. En daarna moet er ook een muur komen die de Mexicanen zelf gaan betalen. Nou ja, u zei het al, dat is pure flauwekul. U kunt eigenlijk elke programmatische uitspraak van Trump beschouwen als pure flauwekul. Hij heeft geen flauw idee wat hij gaat doen. Hij heeft maar wat gezegd en dat sloeg heel aardig aan. Het schijnt zelfs dat hij helemaal niet van plan was om zichzelf officieel te gaan kandideren. Maar dat hij het zag als een goedkope manier om aan een enorme hoeveelheid publiciteit te komen. Als hij een tijdje in dat circus mee zou kunnen draaien. En waarschijnlijk tot zijn eigen stomme verwondering, niet waar, is hij nu de genomineerde. Of hij daar ook tenslotte spijt van zal krijgen, zoals Pim Fortuyn naar het schijnt wel spijt had van
wat hij overhoop had gehaald en wat hij natuurlijk voor geen meter waar kon maken, net zo goed als Trump, zoals alle populisten niet waren. Het is voornamelijk een soort retorisch luchtkasteel wat ze creëren en wat met de werkelijkheid echt helemaal geen zak te maken heeft. Maar wat ik u al zei, geloof dus niet dat de kiezer altijd gelijk heeft. Een aanzienlijk deel van de kiezer heeft helemaal geen gelijk, hè? Als mensen dat tegen u zeggen, kunt u altijd zeggen, oh ja, gold dat ook voor de Weimar Republiek in het najaar van 1932. En meestal houden ze dan hun mond wel dicht. En die demografische verschuivingen hebben ertoe geleid dat er geleidelijk aan meer swing states zijn gekomen die de neiging hebben, terwijl ze vroeger hardcore republikeins waren, hebben ze nu de neiging om democratisch te stemmen. Dus het traject in het electoraal college, daar moet u ook niet primair naar die popular vote kijken. Het traject in het electoraal college om te komen tot die 270 minimale stemmen is voor de democraten in de afgelopen decennia makkelijker geworden dan het is voor de republikeinen. Die hebben meer moeite om tot 270 te komen. Ik zal u twee voorbeelden geven. Een klassiek republikeinse staat is de staat Colorado. Maar Colorado is al heel lang, nou niet heel lang, maar al tweemaal volgens mij heeft Colorado democratisch gestemd. Colorado is een swing state geworden. En dat ligt niet aan die boeren die daar al 300 jaar wonen, nou 200 jaar waarschijnlijk. Dat ligt aan de stad Denver. Denver is een van de snelst groeiende en meest liberal, meest progressieve steden van de Verenigde Staten. Ook het wietbeleid en zo, dat is daar allemaal mijlenver voorbij het Nederlandse wietbeleid. Wat zoals u weet volkomen krankzinnig is. Hè. Ja, ik dacht flikkert u op, stelt het weg. Misschien kunnen komen ze nu tot het gezond verstand. Krijgen we die art van de stuur, zeg. Hè. Een man die voornamelijk vanwege zijn stropdassen is gekozen, volgens mij. Ja, wat zal de VVD een spijt hebben van de creatie van dat krankzinnige ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar zijn ze voor gewaarschuwd door Jan en Alleman, maar ze wouden Geert in de wielen rijden. En kijk wat ze ervan gemaakt hebben. Een gigantische totale puinhoop. Goed, dit was even een zijstapje, maar ik kan nooit laten om die te maken. Ja, dat is de werkelijkheid. Een andere swing state, wat vroeger helemaal geen swing state was, is Virginia. Traditionele zuidelijke, dus conservatieve staat, althans sinds de jaren 60. Stemmen die allemaal republikeins, omdat de Democratische Partij zich had bekend tot de civil rights. En toen is het hele zuiden in feite gekanteld en van democratisch republikeins geworden. Maar in Virginia wonen de ambtenaren die werken in de stad Washington. De stad Washington zelf, D.C., is een relatief klein vierkantje. Zoek dit maar even op de kaart. En u weet, heel veel ambtenaren zijn democraten. Zoals de meeste Nederlandse ambtenaren, denk ik ook, als je even zou meten, progressiever stemmen dan, laten we zeggen, het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. Laat staan de provincie Overijssel. Die bij mijn weten bij de laatste provinciale statenverkiezingen de laatste provincie was die een CDA-meerderheid had. Klopt dat? Ja, dat zal niet lang duren. Maar ja, hoewel, dat weet ik niet zeker. Moeten we even afwachten hoe dat verder gaat. Ik zal u laten zien hoe dat eigenlijk uitgewerkt. De laatste keer dat de Republikeinen een meerderheid hadden in de popular vote, dat was eigenlijk in 1988. Met één uitzondering, 2004. De herverkiezing van George W. Bush. Die had de bevolking zo bang gemaakt voor jihadisten en allerlei andere verschrikkelijke dingen. Waar we nu alweer bijna 20 jaar bang voor gemaakt worden. Zonder dat er goede reden is om echt bang te zijn. Laat staan in de provincie Overijssel. Ja, de kans dat Overijssel een hotbed van jihadisten wordt, daar durf ik wel wat geld op te zetten dat die niet groot is. Hè? Ja, het is totaal oninteressant. Het was eigenlijk al interessant dat die jihadisten eigenlijk helemaal niet van plan waren om een aanslag in Brussel te plegen. Ik vond het een beetje een lullig stadje eigenlijk, Brussel. Ze wou het in Parijs doen, maar ze waren zenuwachtig geworden en de politie zat ze op die dammer in Brussel. Maar daar kunt u aan zien hoe jihadisten denken.
Dan kun je kunt nu al voorspellen de steden waar je beter niet heen kunt gaan als je denkt dat. Maar je kunt rustig in Zwolle blijven wonen. De kans dat er een onverwachte golf van jihadistische aanslagen zal plaatsvinden hier. Nou, misschien bij dat ei van dat museum, dat zou nog kunnen. Als je dat lek schiet en al het struif loopt eruit, dat is... Ja. Gaat u maar even uit de verkiezingen na. Wie won er in 92? Bill Clinton. Weliswaar zat Ross Perot daartussen, maar als Ross Perot niet deel had genomen, had Bill Clinton ruimer gewonnen, veel ruimer gewonnen dan nu had gewonnen. Idem dito bij de verkiezingen 4 jaar later in 96. En in 2000, dat vertelde ik u al, was de winnaar van de verkiezingen, de popular vote, was Al Gore. Het hing op de swing state Florida, in feite de grootste swing state. Florida heeft 29 stemmen in het electoraal college. Het is absoluut zeker dat op de ochtend van die verkiezing in Florida meer mensen van huis zijn gegaan met de intentie democratisch te stemmen dan republikeins te stemmen. Maar u weet, het was een heel vreemd stembiljet en ze hadden in de zwarte wijken hadden ze defecte stemmachines neergezet, waardoor je al sowieso 5% minder stemopbrengst had in die districten. En tenslotte, nou, was het zo'n beetje 50-50, het scheelde geloof ik een paar honderd stemmen. Maar het is nooit duidelijk geworden, omdat het Supreme Court, gedreven door een zeer conservatieve meerderheid, in feite de telling van de stemmen heeft stopgezet. Volledig onconstitutioneel. Gore wou niet beroerd zijn en die dacht, nou ja, laat ik het maar laten zitten, want dat leidt tot een eindeloze politieke twist, rechtszaken en... Nou, niemand weet waar dat schip zal stranden. Laten we ook niet vergeten dat Kennedy in 1960 is gekozen, met name in de staat Illinois, door een groot aantal reeds lang overleden democraten die vaak, als het een beetje spannend werd, kwamen opdraven onder leiding van burgemeester Daley. Zodra de klok 12 sloeg, dan kwamen ze uit hun graven opgerezen. En onder leiding van Dracula Daley gingen ze dan stemmen op de Democraten. Dus u moet ook alle beide partijen... Amerika heeft geen erg aantrekkelijk politiek systeem. Waarom we altijd gedacht hebben na de oorlog dat het een geweldig systeem was, een voorbeeld voor allen, dat is een raadselachtige zaak. Waarom we nog steeds in Nederland partijtjes hebben die ook een gekozen minister-president willen hebben, districtenstelsel, referenda, begin er niet aan, kan ik u verzekeren. Het leidt allemaal tot de meest rampzalige resultaten. Zoals we onlangs weer zo overtuigend hebben gezien bij de kwestie van het handelsverdrag met de Oekraïne. Ook een terrein waarbij de Nederlandse kiezer zeer gedetailleerd geïnformeerd was over de problemen die zich daarbij voor zouden kunnen doen. En op zeer, zeer overtuigende gronden heeft toen overigens zo'n beetje het absolute minimum aantal noodzakelijke kiezers heeft nee gezegd. Namelijk 60% van 30%, zo'n beetje 18% heeft nee gezegd. Wat gek is natuurlijk als u denkt dat het door de Tweede Kamer met een hele ruime meerderheid was aangenomen. We hebben mee onderhandeld, we hebben onze handtekening gezet, we hebben geen voorbehoud gemaakt. De Tweede Kamer heeft het massaal goedgekeurd. En we geven vervolgens, niet waar, aan zo'n beetje het meest randebiede deel van de bevolking de kans om tegen te stemmen. Ja, u ziet, ik spaar de kiezers niet. Want u weet waarom ze tegengestemd hebben. Nou, alleen maar niks met die Oekraïne, kan ze geen bal schelen. Wat de Oekraïne betreft, die kan wat... betreft de meeste kiezers morgen in de Zwarte Zee verdwijnen. Ze wouden duidelijk maken dat ze niks met de EU te maken willen hebben. Dat was de thematiek eigenlijk van dat referendum. Leg dus nooit hele complexe vraagstukken die je op hebt gedeeld in ja en nee kwesties voor aan de kiezers. Dat moet je niet doen, dat kan de kiezer helemaal niet beoordelen. Hij denkt wel van wel, maar daar zie je al aan dat die... Ik ben het zelden eens van Frits Bolkestein, maar die had over het referendum een prima en totaal overtuigend boos betoogje op de televisie. Terecht naar mijn idee. Goed, nu gaan we weer terug naar de Verenigde Staten. Het is dus voor de Republikeinen steeds moeilijker geworden om in feite via het electoraal college de 270 noodzakelijke stemmen te krijgen. U moet voor de lol eens even kijken naar de uitslag in 2000.
2008 en 2012. Dan ziet u dat Obama in het electoraal college, ik weet niet de precieze getallen, maar dik over de 300 scoort. Terwijl de Republikeinen blij mogen zijn dat ze rond de 200 zitten. Het was iets minder spectaculair in 2012, maar nog steeds vrij spectaculair. Want het is in het electoraal college, is het winner takes all. Dus als in die staat een meerderheid is voor die bepaalde kandidaat, dan krijg je alle kandidaten behalve in Kansas en Maine. Dat moet u dus even zelf opzoeken. Nou, daar ziet u eigenlijk aan. En als u ziet wat een lange termijn trend dat is, dat de Republikeinen dus alleen maar in 2004 werkelijk overtuigend gewonnen hebben. Als u denkt, 2000 was oplichterij. Obama. Barack Hussein Obama. Een zwarte president. Voor heel veel Amerikanen kan het niet erg. Die moeten ook in begin 2009 op een goede dag wakker zijn geworden en naar de tv hebben gekeken en zeggen, Jezus, er zit een neger in het Witte Huis. Dat hadden we niet afgesproken. Hè. We hadden afgesproken dat die lui niks te vertellen kan krijgen. En, nou, portier of taxichauffeur alleen, ook niet te veel eigenlijk. En dan krijg je de Tea Party Movement die in hoge mate gestuurd werd door racistische motieven. En heel veel van het verzet en de woede, verzet tegen de woede over Obama, was ook geïnspireerd door racistische motieven. Wat u misschien zou kunnen begrijpen als u zich realiseert dat als deze demografische trends doorgaan in Amerika, dat het blanke deel van de bevolking, heel lang natuurlijk een ruime meerderheid, ergens 2040, 2050, Amerika heeft een vrij snel groeiende bevolking, niet waar, dan zou is de blanke meerderheid veranderd in een blanke minderheid. Zij zien dus eigenlijk de Verenigde Staten, de oudere blanke kiezer ziet de Verenigde Staten die zij kenden, waar zij de baas waren, waar zij het dominante deel van de natie waren, niet waar, ziet die verdwijnen. Als je Boston vergelijkt nu met 30 jaar geleden geloof ik niet dat ik ooit één Latino figuur in de horeca heb gezien, want u weet, emancipatie gaat altijd via de horeca. Daarom beginnen studenten ook altijd in de horeca te werken. En nu zie jij vrijwel niemand meer in de Bostonian horeca die niet Latino is. Daar zie je aan hoe sterk dat hele patroon in Amerika gaat veranderen. En die minderheden stemmen democratisch. De zwarte minderheid heeft tot 2 maal toe voor 90%, dat is echt heel erg spectaculair, op Obama gestemd. De Latino's hebben 2 maal voor 70% op Obama gestemd. En de Asian Americans hebben ook voor 70% op Obama gestemd. Als Obama het had moeten hebben van blanke kiezers, had hij 2 maal spectaculair verloren. Eerst van John McCain en vervolgens van de Mormoon Mitt Romney. Ja, het schijnt voor het zaken doen ook weer geen belemmering te zijn dat je zoiets geks gelooft. Maar ja, ik begrijp dat nooit, hoe je dat kennelijk in je hersens kunt verdelen in verschillende stukjes. Dus een deel van je hersens zit vol met waanzin. En, nou, een ander deel kun je goed tellen en meten. Het blijft een raadselachtige zaak. Waar we ons maar beter eigenlijk niet in kunnen verdiepen natuurlijk. Ja, en als deze minderheden die blijven stemmen, en dat is heel belangrijk, de opkomst, het werd al gezegd, de opkomst is van essentiële betekenis. De opkomst moet voor de Democraten relatief hoog zijn. Als die minorities niet komen stemmen, dan zullen de Republikeinen in principe de verkiezing winnen. Nu lijkt mij eerlijk gezegd de opkomst, zeker ook gezien Trump, kan zijn dat iets minder is dan 2008, maar het zal toch denk ik relatief hoog zijn. Als dat allemaal waar is wat ik verteld heb, en dat zijn de lange termijn trends, dan begrijpt u eigenlijk ook dat Hillary de beste kans heeft om te winnen. Bij gelijkblijvende omstandigheden heeft Hillary de beste kans om te winnen. Er is wel gezegd, ja, zij verliest stemmen, zij verliest die blue collar arbeiders, hè, die vaak blank zijn en in de Rust Belt wonen. Een groot deel van Amerika is de Rust Belt. Dat wil zeggen dat traditionele industrieën daar in verval geraakt zijn, dat er vaak geen alternatieve industrie is opgekomen. De sociaal-economische ontwikkeling in Amerika is heel
verschillend van plek tot plek. Je hebt enorm dynamische plekken waar gigantisch hoeveelheden geld worden verdiend. En er zijn plekken waar het eigenlijk al 100 jaar een hommeles is. De Appalachen, zult u wel eens iets over gelezen hebben. Maar ook al die grote industriesteden in het Middenwesten, of het nu Cleveland is, of Flint, of Pittsburgh. Dat zijn allemaal rustbeltsteden die de grootste moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Als u denkt dat een stad als St. Louis is de helft van zijn bevolking verloren. Het geval Detroit heeft u allemaal wel eens gezien. Daar is 3/4 van de bevolking verdwenen. Dus tussen 1962 en nu is 3/4 van de bevolking verdwenen. Als u daar gaat kijken, dat is net Pompeji. Hè? Ja, Pompeji ziet er vaak iets beter onderhouden uit dan Detroit. Dat is eigenlijk vrij dramatisch. Maar goed, als dus de opkomst redelijk is, dan kan Hillary best wat blue-collar votes verliezen. Die zeggen, well, die Trump, dat is mijn man. Want dan zal ze namelijk republikeinen die met een collegeopleiding hebben, die zal ze erbij krijgen, want die zullen wat minder geneigd zijn om op Trump te stemmen. Je krijgt dus een heel wonderlijke switch eigenlijk, dat de Republikeinse Partij, traditioneel de partij van de economische en de sociale elite in Amerika, in toenemende mate de partij wordt van de onderkant van de samenleving, een democratische partij die een heel andere rol speelde, precies omgekeerd, eigenlijk de vertegenwoordiger wordt van de wat hoger opgeleide. Als u even kijkt, dan zult u zien dat deze ontwikkelingen, opleiding is op dit moment verreweg het belangrijkste criterium om te bepalen of iemand bereid is op Trump te stemmen, ja of nee. Hoe lager de opleiding, hoe groter die bereidheid, hoe hoger de opleiding, hoe kleiner die bereidheid. In die zin correspondeert de boze Amerikaanse kiezer precies met de boze kiezer in Nederland. Als je kijkt wie in Nederland de boze kiezers zijn, hè, dus de Pim Fortuyn stemmers, de Geert Wilders stemmers, ik leid die altijd enorm. Nou ja, die u heeft ook in Steenbergen heeft gezien, of in Hees, of in, nou ja, waar het allemaal niet was. Dat correspondeert keurig met het Amerikaanse patroon. Dat zijn mannen, het zijn wat oudere mannen. Het zijn mannen die weinig succesvol zijn geweest in de samenleving en in hun leven. Die vaak tobben met hun gezondheid en die laag opgeleid zijn. Eigenlijk, hoe heet dat in Amerika en bij ons? Het zijn eigenlijk de verliezers van de grote sociaal-economische veranderingen van de afgelopen 30, 40 jaar. Dus ze hebben deels wel reden om ontevreden te zijn. Maar de vraag is natuurlijk, ze stemmen dan op populisten die beloven gouden bergen. Nou ja, Trump belooft ook weer gouden bergen. Geert belooft ook gouden bergen. Pim Fortuyn is er op tijd uitgestapt. Nou, dat heb ik verkeerd geformuleerd, maar hij was wel zo intelligent dat hij zich realiseerde dat hij iets had overhoop gehaald wat hij nooit, nooit, nooit waar zou kunnen maken met alle teleurstelling van dien. U weet trouwens hoe het met dat kabinet is afgelopen waar de LPF in zat met 2 ministers en 4 staatssecretarissen. Het werd een jamboe. Nou, nu weet u dus eigenlijk dat op strikt objectieve gronden, en kijkend naar de lange termijn trend en gegeven het hele rare electorale systeem wat Amerika heeft, zou Hillary moeten winnen. Maar daar moet ik natuurlijk wel een paar dingen bij. Ik moet het wel conditioneren. De opkomst moet behoorlijk zijn. Hillary moet geen grote fouten maken. Hillary moet nou echt Bill ergens in kolenhokken opsluiten, naar mijn idee. En zelfs zou ze misschien iets minder. Want als je een toespraakje van Hillary gaat over Obama, die het zo geweldig gedaan heeft, die ook namelijk steeds populairder wordt, naarmate de Amerikanen beginnen te begrijpen dat hij gaat vertrekken en dat hij waarschijnlijk vervangen zal worden door een zeer onbevredigende kandidaat. U begrijpt ook wel, ik zei het net al, dat ik geen groot Hillary-adept ben. Integendeel, het is een betrekkelijk zwakke kandidaat. Ze is intelligent, ze werkt hard, maar het is geen Obama. Hè? Maarten? Ja, is het afgelopen? Nou, ik kijk even naar de klok. Het is 5:05. Loopt die niet voor? Nee, die loopt echt op tijd. En we zijn ook keurig om 8:00 begonnen. Okay. Ik wil de mensen ook een kopje koffie gunnen. Hoe denk jij erover? Nou, ik heb niet de geringste neiging om zo'n kop koffie te gunnen, eerlijk gezegd. Maar als dat nu eenmaal tot de avond behoort, dan gaan we dat doen. Maar goed, u heeft nu een. Ik had nog één. Dus de opkomst moet behoorlijk zijn, ze moet geen fouten maken. En er is nog iets waar je geen greep op hebt. En dat is eigenlijk
dat in toenemende mate, naar mijn gevoel, ook in Nederland is dat het geval, de politiek in de greep raakt van de medialogica. En van de medialogica kun je niet zelf voorspellen, omdat die de neiging heeft om in een soort hype-toestand te raken, als een soort twister. Hè? Als u weet wat een twister is, dan die zuigt op een goed moment zoveel. Dus als Trump een soort twister wordt, hè, maar dat is dan een metafoor, ik weet niet hoe gelukkig die is, maar we zijn het KNMI vragen, dan is alles mogelijk. Hè. En dan loop je een kans dat je dus komt te zitten met dit soort van kletsmajoren. Zoals we nu in Nederland eigenlijk, sinds de opkomst van Pim Fortuyn, dat is nu 15 jaar geleden, eigenlijk zitten met de dominantie van kletsmajoors en idioten. Maar op een of andere manier krijgen die alle aandacht. Dat is ook heel karakteristiek voor de medialogica. Want hoe kom je lollig over op televisie? Door het een beetje scherp te stellen en zo. En door idiote dingen te zeggen. Hè, want het maakt niks uit of je iets zegt wat negatief wordt. Hoe vaak hebben net de mensen al over Trump gezegd, nou wat hij nou gezegd heeft, nu is het wel klaar. Hè. Over die veteranen, dat hij wie gevangen werd genomen, dan vond hij maar een lulletje rozenwater. Hè? Ja. En dan denk je, nou, het is nu klaar. Maar helemaal niet. Dat is wat zijn kiezers vinden dat leuk. Eindelijk wordt gezegd waar het op staat. Hè? Wat op televisie het beste overkomt, is authenticiteit. Of dat ook authentiek is, dat doet er niks toe. Het gaat erom of kiezers denken dat het authentiek is. Hè? Allerlei schertsfiguren op de Nederlandse televisie, ik zal verder geen namen noemen, die worden populair omdat ze authentiek lijken te zijn. Maar dat is ook maar een rol die je speelt. Hè? Hamlet lijkt ook authentiek. Maar dat was het wel zo'n beetje. Dank u wel. Maarten van Rossum. Hoe ziet de toekomst eruit van Nederland in Europa als bijvoorbeeld Hillary of Trump president wordt? Dus ik nodig de heer Van Rossum uit naar voren te komen met zijn microfoon. Koffie. En dan open ik hem maar even. Met het doel dat dit een vraag is en niet een vervolg van uw college. Omdat er heel veel mensen in de zaal zitten die waarschijnlijk ook vragen hebben. Ja, als Hillary het woord zal dat niet veel uitmaken voor Europa, laat staan voor Nederland. Wij hebben een vaak nogal overtrokken idee van onze eigen betekenis, maar wij zijn een postzegelgroot land. Wat ongeveer evenveel inwoners heeft als Metropolitan New York. En ongeveer een kwart van Greater Tokyo, dus je moet daar niet te veel over opsnijden, om het maar even zo te zeggen. Dat is ook interessant. Als je in Amerika bent, dat Nederland verdwijnt. Op vaak oneens is onrustbarende manier. Enkele maal zie je nog in de New York Times nog wel eens iets staan, maar als je dus naar het westen rijdt, dan dat je tenslotte denkt, laat ik maar eens bellen. En misschien is het er niet meer, het land. Hè? Misschien hebben we ons aangesloten bij de Bondsrepubliek Duitsland. Op zichzelf een heel verstandig beleid zou dat zijn, maar ja. Dus dat, nee, voor ons zou het bij Hillary niet of nauwelijks iets uitmaken. Trump dan? Bij Trump zou ik zeggen, hebben we geen flauw idee, aangezien wat ik al zei, dat hou ik overeind. Namelijk dat alles wat hij gezegd heeft op programmatisch gebied, dat kan ook eens een tegendeel verkeren. Hij kan het vergeten. Het bleek uit controle van wat van zijn toespraken. Hij houdt altijd zo'n langdurige toespraak als hij zo'n voorverkiezing heeft gewonnen. Dat 75% van alles wat hij zegt onjuist is. Of gelogen als u dat liever hoort. Maar dus ja, je kunt daar geen pijl op trekken. Niet bang voor apocalyptische toestanden in Europa of Nederland? Nee, dat zoals de studenten schetsen. Nee, dat denk ik niet. Nee. Europa wordt veel meer bedreigd door zijn interne dysfunctie dan door wat de Verenigde Staten op dit moment voor hebben met ons. De Verenigde Staten zien het liefst dat wij bij elkaar blijven. Obama heeft in Londen met vrij scherp uitgehaald tegen het idee dat Engeland zich uit de EU zou moeten stemmen. En terecht naar mijn idee. Maar goed, ook in Engeland zie je trouwens, degenen die eruit willen, dat zijn oudere, laag opgeleide mannen in het algemeen. Als we zouden ophouden met het mannenkiesrecht, dan zouden we al een heel eind op de goede weg zijn. Nou,
Dan even een vraag. Je zegt, het is kiezen uit twee kwaden een beetje. Hè? Maar ik wil even van Trump afstappen en even gewoon de Republikein. De blanke huisvader die op zaterdag met zijn kinderen naar baseball gaat kijken. En zich zorgen maakt over wat er in zijn land gebeurt. Is die Republikein een gek mens? Nee, dat is in het algemeen geen gek mens. De individuele kiezer, daar kun je wel iets van begrijpen. Maar de standpunten van de Republikeinse Partij, zoals uitgedragen eigenlijk in toenemende mate in extreme vorm sinds de late jaren 80, die zijn naar mijn idee wel vrij krankzinnig. En ik bedoel dat niet in de direct klinische zin van het woord dat ze opgenomen zouden moeten worden, maar wel in de zin dat wat is krankzinnig, dat is wanneer jouw beeld van de werkelijkheid absoluut niet spoort met de werkelijkheid. En dat was voor de Republikeinen het geval. De Republikeinen, we hebben het nou recent nog van Paul Ryan gehoord, die niet direct Trump wilde steunen. Paul Ryan zegt, wij blijven voorstanders van een zo klein mogelijke overheid en zo laag mogelijke belastingen, in het bijzonder voor mensen die toch al heel erg veel geld hebben. En dat zijn geen reële standpunten, want de Amerikaanse overheid zal geen haar kleiner worden. Die zal alleen maar, ja, die zal wel wat doorgroeien. We hebben 8 jaar Reagan gehad. Reagan's grote leuze was get the government off our backs. En na 8 jaar was de federale overheid groter dan toen die begon. Margaret Thatcher, idem dito. Geloof nooit iemand die zegt dat hij de overheid kleiner gaat maken. In Nederland hebben we een soort ritueel dat bij elke kabinetsformatie wordt ons medegedeeld dat er 15.000 ambtenaren ontslagen zullen worden in de volgende periode. En dan moet u na 8 jaar of na 4 jaar eens vragen hoeveel ambtenaren zijn er eigenlijk precies ontslagen. Soms zijn er wel wat ontslagen, maar er zijn er meer bijgekomen. Voordat ik de eerste vraag naar de zaal ga doen. Dat is allemaal goedkope retoriek. In de politiek is wat je zegt eigenlijk veel belangrijker dan datgene wat je doet of zou kunnen doen. Omdat werkelijk beleid uitvoeren is extreem complex in ons type van samenleving. Je noemde in je college een paar keer, de kiezer heeft geen gelijk. Nee. Is dat niet een beetje de kern van democratie, dat de kiezer gelijk heeft, want die stemt? Zou je dan niet in jouw perfecte wereld meer naar een aristocratie moeten waar alleen de elite kan stemmen, want die heeft kennis van zaken? Het beste zou zijn als ik het alleen voor te vertellen zou krijgen. De Maarten van Rossum dictatuur. Wie is daar voor trouwens, als Maarten van Rossum president was? Ja, daar heb je het al. Een groep geharnaste democraten. En nou laat ik het anders zeggen. Het probleem waar wij mee worstelen, ik had dat zelf ook niet aanzien komen en ik ben soms tot heel vreemde gedachten gekomen. Onze parlementaire democratie heeft eigenlijk voortreffelijk gefunctioneerd sinds Thorbecke daarvoor de grondvesten heeft gelegd in 1848. Maar de problemen zijn ontstaan in de afgelopen 25, 30 jaar en dat heeft te maken met emancipatieprocessen. En oorspronkelijk heb je een collectief emancipatieproces, dat heeft geleid tot verzeild Nederland. Maar de meeste kiezers zaten in een zuil en oriënteerden zich op de elite van die zuil en het beleid wat de elite van die zuil wenste te voeren. Als jij in een Limburgs dorp woonde, dan stemde je wat meneer Pastoor zei dat je moest stemmen, dat was de KVP. En voor de oorlog de Rooms-Katholieke Staatspartij. En hetzelfde had je natuurlijk voor de twee andere confessionele partijen. De andere zuilen zaten veel minder hecht in elkaar, maar daar zat toch ook wel een soort trend in. En nu heb je het gevoel dat die zuilen zijn verdwenen. Dus die intermediaire sociale organisaties die zijn eigenlijk verdwenen. En de individuele kiezer is overgeleverd aan zijn eigen waanideeën over wat politiek is of zou moeten zijn. En in het bijzonder is er een betrekkelijk grote groep van kiezers in eigenlijk alle westerse landen, ik heb het daar even over gehad, die je als de verliezer zou kunnen beschouwen van de maatschappelijke processen die zich hebben voorgedaan sinds de jaren 60 in grote trekken. En die hebben eigenlijk die zijn boos en verontwaardigd, maar ze hebben het gevoel geen grip te hebben op datgene wat dat. Nou hebben de kiezers nooit veel grip gehad op het grotere beleid van de natie. En dat is maar goed ook. Maar nu kunnen ze wel reageren op messiaanse figuren die zich op de televisie vertonen. En beweren dat alles anders kan. En dat de elite er een potje van heeft gemaakt. U heeft zeker wel gelezen natuurlijk dat volgens Trump de Amerikaanse politieke elite nog nooit zo stom en incompetent is geweest als juist de laatste jaren. En we hebben natuurlijk van Pim Fortuyn ook gehoord dat de Nederlandse elite sinds het vertrek van de oude Drees. Ja, de oude Drees was een directe vertegenwoordiger van onze lieve Heer op aarde, dus die heeft het nog wel lollig gedaan. Maar goed, die is in 1958 vertrokken en sinds die tijd is alles fout gegaan. Volgens Fortuyn.
Terwijl natuurlijk als je naar de cijfers kijkt, is Nederland een verhoudingsgewijs buitengewoon succesvol land. We zijn het op twee na rijkste land van de Europese Unie. Ja. Maar de mensen... Ik ben waarschijnlijk verbaasd dat te horen, omdat u steeds hoort dat er eigenlijk hier niks in orde is. En maar ja, dat we een autistische zakkenvullers voor onze regeren. In je college zei je dat er geen reden was voor de mensen hier in Nederland of waar dan ook om bang te zijn. En zeker niet in Zwolle, omdat daar sowieso niks zou gebeuren. Maar zit daar niet angstgevoelens? Dat ging over het jihadisme. Ja, maar, inderdaad. Maar, allerlei mensen zijn... Ik zag een interviewtje op de televisie van een mevrouw in Coevorden met zo'n wandelwagentje met een babytje erin. En toen vroeg hij, waar bent u bang voor? Zei die man, ik geloof van Sunaan, zei, ze was wel bang voor jihadisten en zo. Ja, met die in met het midden. En toen dacht ik, nou, de laatste plaats op aarde waar een jihadistische aanslag zal plaatsvinden, is Coevorden. Ik ga even naar voren lopen. Wie heeft een vraag voor meneer Van Rossum? Dan mag hij gaan staan. Er zitten boven een aantal mensen. Eerst dichterbij iemand. Ik zie daar iemand. Kom ik zo meteen bij jullie bovenop. Dat kan niet helemaal. En duidelijk praat in de microfoon, dan kan de hele zaal het goed horen. U had zojuist nog een ferme stelling over het referendum. Maar als ik nu kijk zeg maar, naar het land Zwitserland, daar gebeuren toch wat meerdere referenden op jaarbasis. En het schijnt daar te werken. Is dat zo? En als dat zo is, waarom kan dat hier dan niet zoals in Zwitserland? Zwitserland wordt gedomineerd door een ultra-rechtse conservatieve partij. Het laatste referendum wat ik me herinner uit Zwitserland is dat er wel moskeeën mochten worden gebouwd, maar geen minaretten erbij mochten. Dat leek mij eigenlijk ook al een voorbeeld van het wangebruik van een referendum door populistische stemmenmakers. Ja, over de jaren heen heeft dat in Zwitserland redelijk gewerkt. Maar dat komt, denk ik, omdat er een lange traditie is. Omdat Zwitserland heel anders geregeerd wordt dan een land als Nederland. Er is veel minder polarisatie dan in Nederland. Maar op dit punt kijken we naar het moderne populisme. Kijken we naar islamangst en naar al die andere dingen die ons zijn wijsgemaakt in de afgelopen 20 jaar. Dan zie ik eigenlijk niet veel gunstige uitzondering voor Zwitserland. Er wordt natuurlijk ook altijd gezegd dat Zwitserland en Noorwegen, dat het daar een stuk beter gaat, terwijl die nou juist geen lid van de Europese Unie zijn. Daar wordt nooit bij verteld dat beide landen ongeveer evenveel bijdragen aan de Unie, per hoofd financieel, als wij. Alleen hebben ze er niks over te vertellen. Ze moeten zich houden aan alle regelgeving van de EU, want anders wordt hun export of import, die wordt bekneld, of raakt bekneld. Dus dat is ook zo'n typisch populistisch... Betalen die landen een bijdrage dan aan de Europese Unie? Jazeker. Wist u dat de Nooren per hoofd evenveel betalen als de Engelsen, die er nu graag uit willen, terwijl zij er helemaal niet in zitten? Maar hebben de Nooren in drie verschillende... De Nooren hebben 3 maal aangevraagd om lid te worden en tenslotte toch op het laatste moment onder andere door referenden besloten om het niet te worden. Ik denk dat als de olie op is, dat ze dan wel lid willen worden. Ga even kijken. Iemand. Je mag in principe doorgooien. Dat blijft achter u zit iemand. En dan kan die daarna naar boven. Ik zag daar ook 2 vingers. Dan gaan we staan. De Amerikanen hebben naar mijn idee een frustratie nationaal, omdat ze wat minder aanzien in de wereld krijgen. Oorlogsmoe is misschien ook, we hebben ze niet leuk gewonnen. Hoe ver kan deze nationale frustratie hun verkiezingen beïnvloeden? Nou, als Trump wint, dan zal dat een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Zijn hoofdthema is eigenlijk, althans voor zover het de buitenlandse politiek betreft, dat wij zelf maar moeten dokken voor onze bescherming. Dus ze willen ons wel beschermen, dan betekent wel dokken. En u weet, nou, wat geven wij uit aan defensie? 1,15% van bruto product. Dat is 8 miljard of zo. Kan naar mijn idee nog wel wat minder, maar goed, dat is helemaal afhankelijk van wat je vindt dat wij moeten doen in de grote boze buitenwereld. Ik zie totaal niet in waarom wij in Mali een interventie steunen. Dat is voor mij een raadselachtige zaak. En hebben wij een probleem als Amerika ons niet meer ondersteunt daarin dan? Ja, dan zou je... Nou, interessant genoeg, toen Cameron en Sarkozy besloten hadden om Gaddafi weg te jagen en dat te doen door middel van bombardementen, toen bleek eigenlijk dat West-Europa helemaal niet kon bombarderen zonder de logistieke steun van het Amerikaanse leger. Dat betekent radarvliegtuigen en allerlei andere zaken. Het hele raamwerk waarin je met moderne vliegtuigen kunt
bombarderen met enige precisie bleek afhankelijk van. Daarmee. Wij kopen nu dus die F-35, de zogezegde JSF. Ons personeel wordt opgeleid in Texas. Het zou mij verbazen als ze niet allemaal kan op dubbele pas. Dat de hele JSF is alleen maar bruikbaar in een groter Amerikaans militair raamwerk. En natuurlijk, ja, Amerika is de belangrijkste bondgenoot in de NATO. Levert verreweg de belangrijkste bijdrage aan de NATO. Ik zou zeggen, Amerika geeft zeker wat te veel uit aan militaire hardware. En zou op het punt van interventie zich wat bescheidener op kunnen stellen. En grote trekken, wat Obama er ook van dacht, zonder dat hij mij daarover gebeld heeft. Schande, schande. Ja, dat is zeker waar. We moeten Amerika natuurlijk niet uitpoetsen. Het is nog steeds verreweg de grootste militaire macht op aarde. En ondanks de hele opkomst van China nog steeds ook de grootste economie. En die hebben wij nodig hier in Europa? Nou, die hebben wij. Wij kunnen ook. Ik denk dat die tip dat niet door zal gaan. Dat is er veel weerstand tegen in Europa. Maar zo heel veel maakt dat niet uit. U zult zelf, als u een pakketje bij Amazon hebt besteld, zal het u op zijn gevallen dat niemand u lastig valt over importtarieven. In mijn geval is het zo dat ongeveer op 1 op de 16 pakketten. Daar verschijnt een meneer uit Tilburg die daar bij de douane werkt met een hele grote bestelbus. En dan moet ik 1,47 euro betalen. Ik heb ook wel eens gevraagd, wat denk je dat die bus van jou kost? En dat je helemaal uit Tilburg naar mij bent toe komen rijden. Ja, zei hij, ja, daar ga ik niet over. Hè? Middenin zag ik twee handen. Kunt u hem doorgooien? Waar? Kan in twee keer hoor. Ja. Amerika heeft sinds zijn ontstaan, naar mijn weten, een tweepartijstelsel. Ja, de Republikeinen en de Democraten. Nou, dat is een hoop ingewisseld, maar in principe hebben ze een tweepartij. Ja, er heeft een verschuiving plaatsgevonden door de jaren heen. Is het niet beter voor de Verenigde Staten om een meerpartijenstelsel op te richten? En in hoeverre is dat haalbaar? Nou, dat kunnen we kort over zeggen. Dat is niet haalbaar. De kans dat de constitutie ingrijpend gewijzigd wordt op korte termijn. Er zijn alle enorme bezwaren tegen de huidige situatie van de constitutie. Onder andere dat electoraal college daar is van gezegd, laten we daar nou eens mee stoppen. En laten we het af laten hangen van de popular vote. Dat is een stuk simpeler systeem en het vermijdt bovendien de ongelukkige gevallen waarbij de popular vote naar de ene partij gaat en het presidentschap naar de andere partij. Doordat dat electoraal college dat het gebeurt. Nou goed, dat is in 2000 gebeurd. Het is geloof ik met Cleveland een keer gebeurd. Maar het gebeurt heel zelden. Maar het is een reële mogelijkheid. Maar de kans dat dat veranderd wordt, dat kunt u rustig vergeten. Dat geldt eigenlijk ook voor grondwetswijzigingen in Nederland. Dat is voorlopig zit dat er niet in. Ik vind dat wel een interessant punt. Constitutionele verandering in Amerika. Daar blijkt altijd de Republikeinse partij en de conservatieve kant daarin. Die blijft er altijd heel erg, die gaat dan roepen, de founding fathers hebben het niet zo bedoeld. Ja. Waar komt dat toch vandaan? Nou, dat is hun interpretatie van de constitutie. Zeker ook met de wapenwet bijvoorbeeld. Ze hebben geen flauw idee wat de founding fathers precies bedoeld hebben. Maar zij zeggen dat hun interpretatie de juiste interpretatie is zoals die van de founding fathers. Het klassieke artikel, dat weet u natuurlijk wel, gaat in feite over wapenwetgeving. Hè? The right to bear arms. Ja, maar als u dat artikel goed leest, dan staat er well-armed militias. Daar gaat het over. Hè? En dat is heel duidelijk dat de founding fathers bedoeld hebben dat de lokale bevolking, maar wel in georganiseerd verband, bewapend zou moeten zijn. Gezien natuurlijk de strijd die ze gevoerd hebben tegen de koloniale mogendheid Engeland. Maar het is een hele vreemde interpretatie dat elke individuele Amerikaan buiten een of ander sociaal georganiseerd verband zichzelf zwaar zou moeten kunnen bewapenen. Want ze zijn echt zwaar bewapend. Dus al die oude partijleden, die beroepen zich op een totaal onzinnig artikel eigenlijk, wat ze verkeerd interpreteren. Nou ja, onzinnig, dat is de interpretatie van het Supreme Court geweest. En het in Supreme Court is al heel lang eigenlijk conservatief gestemd. En dat geeft, ja, nu is het nog heel veel gekker, want nu ontbreekt er een rechter. Het is nu 4-4, waardoor eigenlijk de zaak een beetje tot stilstand is gekomen. Wat overigens een schandelijke vertoning is, want volgens de constitutie heeft de president Obama alle rechten om een kandidaat te nomineren en moet ook de volksvertegenwoordiging daarover de discussie beginnen en een stemming organiseren tenslotte. En dat verdommen ze gewoon. En waarom doet u dat? Ik kan u wel zeggen dat er zijn weinig
zogenaamd democratische partijen die zo fundamenteel ondemocratisch zijn als de Republikeinse Partij van de Verenigde Staten. Je ziet maar zelden dat een partij eigenlijk een hele negatieve invloed heeft op het reilen en zeilen van de natie. En dat geldt voor de Republikeinen, dat geldt eigenlijk voor vrijwel alle populistische partijen. Zat iemand bij jou in de buurt? Daar, 3 stoelen verder. Ik haak even aan op het ondemocratische gehalte van de Republikeinse Partij. In hoeverre kunnen die Republikeinen nog van Trump af? Nou, dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. Dan zouden ze hij moet dan verliezen bij de eerste stemming op de conventie. Want dan is het technisch zo dat degene die gekozen zijn, die vertegenwoordigers die gekozen zijn voor de conventie, dat die van hun verplichting af zijn om op Trump te stemmen. Maar ik denk dat Trump er dan uitstapt. Hij heeft ooit gezegd, ik steun sowieso de Republikeinse kandidaat voor het presidentschap. Dan zou hij dus weggestemd worden. Bij tweede stemming kan een hele open situatie ontstaan. Ik denk dat hij er dan uitstapt en een eigen beweging begint, eerlijk gezegd. Dat denk ik, maar zeker weten doe ik het niet. Nou ja, iemand zei zelfs dat Bernie Sanders... als Bernie Sanders dat doet, ja, dan weet je eigenlijk zeker dat Trump het gaat worden. Dus dat zou ik wel vrij stom vinden. Maar u weet dat linkse mensen vaak ook ontzettend stom zijn. Iets minder stom dan rechtse mensen, maar toch ook vrij stom. Ik zie daar achter een jongen zitten. U heeft het vooral gehad over Trump, maar ook over Hillary. Mijn vraag was eigenlijk, als u terugkijkt naar de regeringsperiode van Obama, wat is uw kijk daar eigenlijk op? Heeft hij goed geregeerd of had hij dingen beter kunnen doen? Laten we daarmee beginnen. Hij heeft natuurlijk alleen in de eerste 2 jaar, tussen zijn eigen verkiezing in 2008 en het begin van zijn eerste termijn in begin 2009 tot 2011, had hij een meerderheid in huis en senaat. En dat zijn de jaren dat hij gekomen is tot significante beleidsinitiatieven en beleidsveranderingen. Denk aan Obamacare in principe. Hè. Dus een hervorming, deels een gedeeltelijke hervorming van een compleet krankzinnig en dysfunctioneel systeem van gezondheidszorg, wat duurder is dan enig ander systeem ter wereld, zonder dat het behoorlijke gezondheidszorg voor elke Amerikaan garandeert. Maar ja, de Republikeinen hebben al aangekondigd dat ze gaan winnen, gaan ze Obamacare meteen afschaffen. Ja, dat is... Ja, je wordt er vrij hopeloos van dit soort van puur ideologische retoriek. Of ze dat ook zullen doen, dat als Trump president wordt, zal hij dat waarschijnlijk niet doen. Omdat hij wel heeft gezegd, Social Security, dat is de Amerikaanse AOW, en gezondheidszorg, daar ga ik niet... Ik ga niet datgene doen wat de traditionele Republikeinse Partij altijd zegt, dat moet gebeuren. Dat in die zin is Trump eigenlijk linkser dan de partij waarvan hij nu de waarschijnlijke kandidaat zal zijn. Ik vind dat Obama het goed gedaan heeft. Ik denk zijn grootste fout is dat hij te lang gedacht heeft dat de Republikeinen op grond van redelijkheid en pragmatisme wel met hem zouden willen samenwerken. En eigenlijk bleek na enige tijd dat hij gewoon aan het lijntje werd gehouden en dat ze hem gewoon grotelijks belazerd hebben. En dat ze alle zeilen bij hebben gezet. Dat heeft ook de huidige meerderheidsleider in de Senaat, Mitch McConnell, gezegd. We hebben eigenlijk maar één doelstelling en dat is dat Obama een one-term president wordt. Dat is dus helemaal niet gebeurd, maar dat was hun doelstelling. Ze hebben alles gesaboteerd wat hij voorgesteld heeft toen ze eenmaal een meerderheid in het huis hadden. Die ze gewonnen hadden bij de tussentijdse verkiezing van 2010. Eigenlijk na die tijd hebben de Democraten vrij weinig kunnen doen. Guantanamo is nog steeds open. Zeker, ja. Nou ja, wat ik al zei, beleidsmatig staat het systeem stil. Het Amerikaanse politieke systeem is verkeerd in een toestand van stasis. Waardoor ook dingen die enorm nuttig en belangrijk zijn gewoon niet gebeuren. Amerika heeft de infrastructuur van een derde wereldland. Ik heb vaak genoeg gezegd, geef een alien. Stel dat er een alien, die komen altijd in de Verenigde Staten aan de grond. Gek wel, ja. Begrijp niet waarom ze niet in Denemarken landen. Of kijk dat je niet in België landt, dat kan ik maar begrijpen. Dat zou ik ook niet doen. Dat je al heel snel de weg kwijtraakt of in een heel diep gat in de weg valt met je vliegende schotel of wat dan ook maar. Maar
Ja, geef een alien een auto en laat hem 2 weken door Amerika reizen. En geef hem ook een auto en laat hem 2 weken door Nederland reizen. En vraag hem dan welke van deze 2 landen het rijkste is. En dan zal iedereen zal zeggen, dat is Nederland. Want wij in de publieke ruimte ziet het er bij ons tiptop uit. Maar dat zijn we toch ook eigenlijk? Ja, wij zijn in velerlei opzichten een veel beter functionerend land dan de Verenigde Staten. Al heb je in de Verenigde Staten wel grote verschillen tussen de verschillende staten. Er zijn staten die eigenlijk vrij goed functioneren. Laten we zeggen, een staat als Oregon functioneert heel behoorlijk. Laat maar raden, de democratische staten. Ja, maar neem de zuidelijke staten, dat is natuurlijk verschrikkelijk. God, als u ooit, ga je eens in New Orleans kijken. Hoe lang is Katrina nou geleden? 11 jaar, als ik even goed reken. In feite is dat nog steeds niet opgebouwd. Daar heb je nog steeds hele grote hopen, roestende auto's. Amerikanen kunnen ook niet opruimen. Want vinden ze zonde van het geld. Ja. Vandaar dat die infrastructuur dus zo sterk. En dan moet u voor de aardigheid met uw auto gewoon Louisiana inrijden. En nou, je wordt echt, het slaat je klam om het hart. Ja. Allemaal half ingestorte huisjes met verroeste auto's ervoor. We dwalen een klein beetje af. Ik wil even terug wat je net zei. Je zegt net, tijdens tussentijds... Het gaat mij om die infrastructuur. Ja, mij ook. Het is fijn door Amerika te rijden, maar wat je net zegt... Nee, het is helemaal niet fijn om door Amerika te rijden. Als de wegen gerepareerd zijn wel. Wat je net zegt, is tijdens tussentijdse verkiezingen hebben de Republikeinen sinds dat moment elke voorstel van Obama of van de Democratische Partij totaal geblokt. Denk je niet dat als Trump op een bizarre manier toch gekozen wordt, president wordt, dat de Democratische Partij niet terugvalt naar dat gedrag en datzelfde gaat doen? Maar die kans is bepaald niet uitgesloten. Neem je dat zou dan best wel kunnen zijn dat ze daarbij gesteund worden door de Republikeinen die in het congres zitten en die veel meer de standpunten van Paul Ryan bijvoorbeeld aanhangen dan de standpunten van Donald Trump. En voor veel echte traditionele republikeinen is Donald Trump een gevaarlijke linkse gek. En nou ben ik wel bereid om te zeggen, het is een gevaarlijke gek. Maar vreselijk links is hij niet. Hij is gewoon een totale opportunist. Hij lult maar een eind weg. Ben je niet bang dat het land waar je toch een bepaalde voorliefde voor hebt, nee, dat is onbeschikbaar wordt? Een misvatting voor sommige staten. Dat vind ik hele prettige staten. Maar grote delen van de Verenigde Staten zijn zeer onaantrekkelijk voor een Nederlander sowieso. Of wat nu de gezondheidszorg betreft, of het onderwijs, of de infrastructuur. Ik bedoel, zelfs in Brooklyn, daar zijn soms de onderdoorgangen bij bruggen, die zijn gehalveerd omdat er zulke grote pakketten roest van die bruggen afvallen. Je fascinatie voor infrastructuur is de zaal volgens mij duidelijk, maar ben je bang dat het land onbestuurbaar wordt zodra Trump... Wacht nou even, het is al 6 jaar onbestuurbaar. Oké. Dan is een goede kans dat het onbestuurbaar blijft als Hillary het wordt, wat we dus voorlopig waarschijnlijk achten. Dan heeft ze nog steeds te maken met een republikeinse meerderheid in huis, een senaat is iffy. En dat betekent dat er gewoon geen enkele vordering gemaakt wordt, 0,0. Ik ga weer naar de zaal. Iemand anders? Misschien hier beneden, kan die weer terug naar beneden gegooid? Daar achterin zitten, dat zijn de leden van Farias Fias, die ondertussen daar boven zijn gaan zitten. Geschiedenisstudenten. Ja, kunnen dit niet vangen. Ik had een vraag over iemand die u net al noemde, Bernie Sanders. Ik vroeg, de beweging die hem volgt is voor Amerika radicaal links. En ik vroeg me af in hoeverre u denkt dat die beweging zich voorzet, aangezien de kans dat hij een president of kandidaat wordt niet heel groot is. Nou, dat Bernie zelf de kandidaat zou worden, die kans lijkt mij praktisch nul. Je kunt nooit zeggen nul, want dat is wetenschappelijk niet verantwoord, maar dan 0,00001 of zo. Ook natuurlijk heeft hij zijn leeftijd tegen, hij is 2 jaar ouder dan ik. En ik maak nog wel een vrij vivelezante indruk, maar dat moet u niet overschatten. En dat geldt ook voor Bernie Sanders. De grote betekenis van Bernie Sanders is dat hij heeft laten zien dat een groot deel van het jonge electoraat in feite over een hele reeks van wezenlijke zaken totaal anders denkt dan dat oude, blanke, conservatieve electoraat wat steeds de boventoon heeft gevoerd bij lokale en tussentijdse verkiezingen in de afgelopen jaren. En dat hij met name ook Hillary, zoals studenten ook er straks zei, maar die jongen die het zei, is het daar? Ah. Is gevlucht. En dat is juist. Hillary voert een veel linksere campagne dan ze in 2008 heeft gedaan. En staat veel linkser dan het echtpaar stond in 92-2000. Dat is een vrij fundamenteel verschil.
Ja. En dat juich ik van harte toe. Maar of dat zich ook uiteindelijk, of dat doortikt in de beleidsvorming in Washington, dat moet je maar afvragen. Overigens moet u ook, daar geldt ook wel dat, dat is op statelijk niveau, heel veel infrastructuur, onderwijs, dat zijn zaken die op statelijk niveau spelen. Vandaar ook dat het in de ene staat vaak veel beter in orde is dan in de andere staat. Dus het is enigszins te vergelijken met de Duitse lender. Die ook heel, vaak heel verschillend beleid voeren. We hebben wel onze provincies, hoewel dit wel een heel groot provinciehuis is, eigenlijk geen bal te vertellen hebben. Dus waarschijnlijk heb je hier, als wij weg zijn, allemaal rolschaatscompetities in die zalen hier. We dalen een klein beetje af. Ik hoor je Hillary zeggen. Ik heb een quote van jou gevonden. Je zegt dat Hillary de neiging heeft achter gesloten deuren te werken. Ze heeft een gebrek aan zelfkritiek. En ze heeft onvoldoende compromisbereidheid. Ja, dat slaat voor die passage. Ik kom uit een stuk wat ik geschreven heb over de poging van het echtpaar om de gezondheidszorg reeds te hervormen in de jaren 90. Mm-hmm. En is ze dat ondertussen kwijt dan? Nee, ik vermoed van niet, eerlijk gezegd. Maar ja, je zult daar niet meer veranderen. Ik zei al, ik vind het geen geweldige kandidaat. Ik vind het ook geen geweldig sterke kandidaat. Maar ja, als de keuze is tussen Trump en... Het is een beetje de keuze tussen Geert Wilders en hoe heet die jongen van GroenLinks ook alweer? Jesse Klaver. En onze Jesse, hè? Ik sta er even bij, dan zal ik de horlepiep dansen als ik moet stemmen. Maar ik stem liever op Jesse Klaver dan op Geert Wilders. Sterker nog, onder geen enkele denkbare omstandigheid, of ik moet onder hypnose worden gebracht door een PVV-hypnotiseur, zal ik ooit op Geert Wilders stemmen, die ik als een gevaar voor de natie zie. En datzelfde vond ik van Rita Verdonk en van Pim Fortuyn en van die hele brigade van kletsmajoers die ons geteisterd heeft in de afgelopen anderhalf decennium. Even terug naar Amerika. Mijn eigen interesse, ik ben natuurlijk journalistiek student, is hoe de media omgaat met de verkiezingen daar, de verslaggeving ervan. Heeft de media in Amerika niet een veel grotere rol bij de verkiezingen en hoe een persoon gemaakt wordt dan hier in Nederland? U zegt de media, maar wat zijn de media? Heeft u het dan over de New York Times? Ik bedoel meer de televisiemedia, zoals Fox News en persoonlijke programma's. Heeft het over de televisie. Maar ja. De logica van de televisie is een totaal andere dan de logica van de traditionele geschreven pers. Hebben die schuld aan het grootmaken van Trump? Zonder meer. Zonder meer. En dat komt eigenlijk precies om dezelfde reden dat onze media een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het grootmaken van Pim Fortuyn. Want onze media koersen maar op één principe, namelijk kijkcijfers. Als u een tv-programma gaat maken, het beste programma wat we ooit hebben gemaakt in Nederland. Waarschijnlijk. Maar u scoort een half jaar lang, scoort u 175.000 kijkers op Nederland 1 tussen 9 en 10. Kunt u het zo weer terug naar Zwolle. Dan is het meteen klaar met u. Hè? En bij Fortuyn, als Fortuyn optrad in een televisieprogramma, dan verdubbelde de kijkcijfers. Precies hetzelfde. Donald Trump is een kijkcijferfestijn. Waar verdienen hun... Je zou kunnen zeggen, alle televisieuitzendingen hebben maar één betekenis, namelijk om kijkers te trekken voor de advertenties die de makers van die programma's verkocht hebben aan deze en gene figuren. Het is een puur commercieel bedrijf. En we hebben in Nederland weliswaar publieke zenders, maar daarvan hebben we besloten om raadselachtige reden dat ze puur commercieel dienen te functioneren. En ze moeten voor de sterreclame, zou ik maar zeggen. Oké, maar blijf even... Dus Fortuyn, het was voor alle Amerikaanse zenders, en niet alleen Fox, met wie die overigens een hele tijd ruzie had, maar ook voor de andere kabelzenders en de drie nationale zenders, was het enorm interessant om het voortdurend over hem te hebben, omdat hij een kijkerstrekker is. U kunt die mensen charisma niet ontzeggen. Die mensen, Pim Fortuyn, net zoals in Nederland. Heb ik zo charisma ontzegd? Nee, mijn vraag is maar niet klaar. Maar daarom moet je zo blij zijn met charismaloze politici. Maar... zo'n man als Buma, dat is een uitvinding. Maar is charisma in de politiek ook niet gewoon belangrijk? Daar prikt hij als intellectueel doorheen, door dat gelul voor de massa. Maar ziet u niet dat die mensen dan
soms ook een boodschap kunnen hebben? Nee, je ziet vrijwel altijd dat dat is de van charisma vervulden, de messiasfiguren, dat die de grootste mogelijke ellende aanricht. Ik wil u wel een paar lollige voorbeelden geven van charismatische politici. We hebben er heel veel gehoord al, moet ik zeggen. Ja, Adolf Hitler. Ja. Benieuwd om eens. Ik wou, die kan niet opgaan. Ik ga even naar de zaal toe. Hier voorin. Dan is het echt even vangen, want die komt hard aan dan. Probeer anders even twee keer te gooien. Ik doe het wel voorzichtig zo. Yes, prima. Zo. Het is volgens mij inmiddels een beetje duidelijk dat het een beetje jammer is. De mensen die nu kandidaat zijn, is een beetje half, gaat niet heel erg veel soeps worden. Is er iemand naast u zelf waarvan u denkt, die zou een goede president van Amerika zijn? Kijk, ja. Dat is al vaak geschreven. Die personen die er verreweg het meest geschikt voor zouden zijn, kijken wel link uit om het te worden. Die missen de alles verterende ambitie. Die realiseren zich dat de mogelijkheden beperkt zijn. Die hebben geen zin in zo'n echt zo'n verwoestende campagne om te voeren. Een wonder natuurlijk. Van Trump is ook 69 of iets in die geest. En Hillary is maar 3 jaar jonger dan ik. Dus je moet helemaal met de billen bloot. Je hele familie raakt daarbij betrokken. Je vrouw en kinderen worden in de kijker, moeten in de kijker gespeeld worden. Het is een weerzinwekkend proces. Nadat je bovendien al 2 jaar lang bij allerlei laaienlichters en lobbygroepen geld hebt moeten verzamelen om die waanzin te betalen. Ik bedoel, zo'n campagne kost tegenwoordig in de orde van $2 miljard. Dat is natuurlijk op zichzelf al een volstrekte uitwas. Dus wie geschikt is, die doet het niet. Dat speelt trouwens ook in Nederland, is politieke recrutering een van de allergrootste problemen waar we mee te maken hebben. Het is voor gemeenteraden en voor wethoudersposities is het heel erg lastig om mensen te vinden. Kijk naar allerlei halve garen die in die Kamer zitten, die dan allemaal speciale eigen fracties beginnen. Met name onder de term DENK. Ik wou Sylvana er even buiten laten, maar oké, ga je gang. Nou ja, het feit dat zij zich aangesloten heeft bij DENK is, toont aan dat zij niet kan denken. Oké. Even inventariseren. Hoeveel mensen hebben nog die vraag willen stellen? Even handen omhoog. Ik zie er 3, 4. Daarboven niet meer, hè? Nee, prima. Die kunnen we afhandelen. Kom maar naar voren met de microfoon. Of daar zit in het publiek iemand? Daar zit iemand nog. Er is niet heel veel aandacht aan de tweede zin geschonken over het gevolg van de uitkomsten voor Nederland in Europa. U heeft wel gezegd dat het weinig invloed heeft. Wie er als het Hillary is, is er weinig invloed. Bij Trump durf ik er geen verstandig woord over te zeggen. Wordt er daarom toch zoveel aandacht in de Nederlandse media aan de verkiezingen in Amerika zoveel aandacht aan geschonken dat Nederland daar bang voor is voor eventueel? Nee, ik geloof niet dat dat enige rol speelt. Mijn eigen interpretatie is dat wij het vooral zien als een superieure vorm van entertainment. Wat je net eigenlijk zegt, dat televisie commercieel is. En ik moet zeggen, ik ben zelf begonnen. Mijn interesse voor de Amerikaanse verkiezingen is ook gewekt doordat ik het fantastisch spannend en, nou ja, dit was vermaak op een niveau. Als je gewend was aan Nederlandse politieke campagnes. Hè, dat Buma op de Grote Markt in Zutphen met een bal een blikje ondersteboven gooit. Hè. Balkenende in skateboarden. Ja, of wat was het, basketballen. Hè. Ja. Nou ja, Balkenende ook, zo'n volkomen charismaloze figuur. Hè. En ja, dat is een zegen. Nou, Rutte is ook niet iemand dat je zegt, oei, die staat onder stroom. Hè. Vond jij Balkenende een zegen voor Nederland? Ga nou weer niet over die. Nou, ik vind het een zegen voor Nederland dat veel van onze leidende politici waar dan ook maar in een anonieme menigte niet zouden opvallen. Oké. Nee, oké, dat wil ik even op camera hebben. Hiervoor zit iemand. Gooi maar. Nou, kan dit niet ontwikkeld worden tot een nationaal spel? Ja. Debatteren. Microfoontje werpen. Ja. Want dan kun je teams vormen die elkaar steeds de microfoon toewerpen. Dus wat anders dan een beetje zoals het Songfestival, dat sommige landen allemaal voor andere speciale landen stemmen. Hè? Je hebt gekeken? Waardoor dat fantastische lied van Nederland, hè? Wat natuurlijk verreweg het beste lied was, echt van een niveau zoals die andere landen niet aan kunnen tippen.
hè? En dan die schat van de jongen die het zong. Ook wat een lieverd leek me dat. Dat je denkt, oeh, als die nou eens ging trouwen met mijn dochter. En dat hij dan elke zondagmiddag zo'n liedje komt zingen bij ons thuis. Wat zou ik dan gelukkig worden? Waar zou ik nou eens een vraag over stellen? Ik ben steeds meer af. Nee. Ga je gang. Wat vindt u van de suggestie van David van Rijbroek om in democratieën wat meer het principe van loting te introduceren, zodat je wat minder afhankelijk bent van die verkiezingsgekte en die one-liners op de televisie en die media-aandacht? Ik ben daar falikant tegen. Ik was ooit tegen loting voor toelating tot universitaire studies. Loting is in, dan kun je net zo goed in de staatsloterij gaan spelen. Hè? Die heet ook loterij. En nee, ik zie daar helemaal niks in. We zullen op een of andere manier zullen we iets moeten doen aan het enorme probleem dat de medialogica, dat die zo samenvalt met de populistische logica. En waardoor we voortdurend geteisterd worden door populistische politici. Dat zijn namelijk mensen die van alles beweren waarvan de relatie met de werkelijkheid feitelijk nul is. En ja. U weet ook wel dat als Geert aan de macht komt, dat komt hij niet overigens, dat we dan niet uit de EU gaan en ook geen groot geëlektrificeerd hek om Nederland gaan zetten. Geen mooie guldens? Dat we niet teruggaan naar de guldens natuurlijk, want nou ja, dat is wel een lollige vraag, maar nu te stellen, sinds wanneer hebben we geen munt meer waarover we zelf beslissingen nemen? U denkt natuurlijk 1 januari 2002, maar dat is helemaal niet zo. De gulden is vastgekoppeld aan de Duitse D-mark sinds 1983. Ik geloof dat Lubbers nog één keer een geintje heeft geprobeerd met niet meegaan met Frankfurt. En dat liep helemaal fout. Dus we hebben eigenlijk al 17, we hebben al 33 jaar, hebben we geen. Stel voor dat we uit de EU zouden treden. Aan waar zouden we dan die gulden die Geert dan gaat invoeren, niet waar? Ik geloof dat alle gulden munten zijn gebruikt, die zijn vermalen. En die zijn gebruikt voor het wegdekken in de Flevopolder. Dus of dat nou helemaal. Misschien kunnen we dat weer op over. We dwalen weer een klein beetje af. Oh ja? Oh. Nog twee vragen. Ik zag hier voor iemand. Heb ik uw vraag eigenlijk beantwoord? Daar zat iemand. Ja, het antwoord was: ik zie er niks in. Nee, ik zie er niks in. Oké. Okay. Allereerst. Heel goed. Ik geef hem gewoon aan. Hè? Dat is goed. Bedankt. Ik had een vraag over wat er gebeurt op het moment dat Trump wel president wordt. En bijvoorbeeld, is het dan mogelijk dat hij afgezet wordt? Door bijvoorbeeld dat hij struikelt, wat niet onwaarschijnlijk is. Nou ja, je kunt afgezet worden. Dat staat in de Constitutie als je overtuigend kunt worden beschuldigd van high crimes en misdemeanors. Dat staat er, die tekst staat er. Wat precies high crimes en misdemeanors zijn, is dat bijvoorbeeld je oraal laten bevredigen door een stagiaire. Nou ja, uiteindelijk bleek dat niet te beschouwd kunnen worden als high crimes en misdemeanors. Maar ook dat scheelde politiek nog wel iets. Ja, dan moet hij iets doen wat kan worden beschouwd als high crimes of misdemeanors. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren, eerlijk gezegd. Omdat iedereen weet dat zijn leven aan elkaar hangt van high crimes en misdemeanors. Ja. Ja, misschien als hij zijn vierde trophy wife selecteert, dat zou kunnen. Hij is nu aan nummer 3 bezig. En, ja. Nou ja, die hebben een inruilwaarde van, ik schat, zo'n jaar of 10 maximaal. En dan moet er iets anders komen. Hè? De laatste vraag. We vinden trouwens de meeste van zijn kiezers waarschijnlijk ook. Denk aan Berlusconi, die wij allemaal ontzettend een eikel vonden en een kletsmajoor. En die onder Italiaanse mannen was dat. Popiopi is de klas, hè? Ja. Je denkt altijd dat bepaalde mensen totaal ongeschikt, onfatsoenlijk, oplichters, kletsmajoors, levensgevaarlijke gekken. Maar zo denkt het een deel van het electoraat er helemaal niet over. Die sympathiseren met dat type van standpunten. Omdat ze zelf als ze in het café zitten en 4 pils op hebben ook. Ook van die dingen zeggen van ze moesten al die buitenlanders eruit flikkeren, hè. Komen hier alleen maar om, die vrouwen komen hier voor de borstvergroting. Hè? En dan ook nog zeuren over die verstopeitjes, hè? Over die paaseitje. Nou, u kent die. Heeft u niet zo'n oom die op zo'n verjaardag, nadat hij een paar borrels heeft gedronken, ja, ook zegt dat deugt daar maar geen donder van? En bij mij voor de deur staat een lantaarnpaal, die brandt nu al 3 jaar niet meer. Nou, dan weet je wel hoe het zit met de kabinetscoalitie. Als ze dat nog niet eens voor gaan kunnen repareren, dan weet je wel. Ik merk dat jij bij vragen heel erg de neiging hebt hele mooie verhalen te vertellen. Ja. Maar we moeten echt even naar de laatste vraag toe. Ik ben een geboren verhalenverteller. Daarom hou ik ook lezingen. Ergens hier was het. Daarachter. Ik ga ook gooien.
Ja, ik had een vraag. Is het niet zo dat Amerikaanse... we hebben hier eerst een Tweede Kamer, daar heet geloof ik Senaat. Dat je een beetje machteloos zijn omdat ze zeg maar in de zak van het grote geld zitten, van de grote bedrijven. En en dat ze daarom misschien mensen denken van, daar moeten we vanaf, moeten van een nieuw systeem. En dat ze daar uit rancune zeg maar op Trump gaan. Dat is mijn vraag. Ja, het groot kapitaal, om het maar even zo te noemen, of groot industriëlen, die hebben een enorme invloed op de standpunten van de... van zowel democraten als republikeinen. Ook Hillary heeft dat, op dat punt bepaald geen blank blazoen. Eerlijk gezegd, die hebben ook die Clinton Foundation ook dik laten financieren door allerlei enorm onbetrouwbare partijen. Als u daar veel over wil lezen en echt geschokt het boek dicht zult slaan, moet u dat boek lezen van die Zetro Jane Meyer. En dat boek heet Dark Money. Dat gaat eigenlijk over de gebroeders Koch. De gebroeders Koch die runnen de op één na grootste onderneming in de Verenigde Staten, die volledig privaat bezit is, die is niet genoteerd aan de beurs. En die hebben die verdelen, die hebben ook een soort netwerk opgezet en die verdelen geld over verschillende politici. En een hele reeks van handig georganiseerde foundations, waardoor ze ook de discussie in de samenleving sterk beïnvloeden. He, nu is het bijvoorbeeld zo dat de Republikeinen, die 15 jaar geleden ook nog wel iets hadden met de opwarming van de aarde, dat er in Republikeinse kringen is het volstrekt not done, dat is allemaal zo één grote linkse leugen. Ze hebben niks van waar en zo. Ook dat Groenland smelt, dat is allemaal, dat is in werkelijkheid helemaal niet zo. Dus die hebben een grote invloed, maar dan moet je eigenlijk weten dat... Vroeger is er een poging gedaan, of er zijn meerdere pogingen gedaan, om de politieke financiering aan banden te leggen, om dat te limiteren, niet waar van. En toen heeft het Supreme Court dus in 2010 gezegd dat het schenken van geld aan politieke organisaties, mits die niet direct in contact staan met, laten we zeggen, de politieke kandidaat, dat gelijk staat aan het uitoefenen van de vrije meningsuiting. Dus als de Koch brothers besluiten om, ik geloof dat ze voor de campagne van 2012 iets van $800 miljoen hadden gereserveerd. Ja, dat is de vrije meningsuiting. Ja, daar ben je uitgeduld natuurlijk. Hè? Want als wij twee is daarvoor dat u heeft $800 miljoen en ik heb 5 cent. Hè? En we gaan een campagne organiseren. Het zou kunnen dat ik door mijn charisma een enorme overwinning behaal, maar ik denk dat dat niet zo is. Geld speelt ook in de Amerikaanse politiek een belangrijke rol. Het is heel triest dat wij dat niet wettelijk, wij hebben dat niet wettelijk geregeld. Je kunt in Nederland, stel voor dat, ik weet niet of u multimiljonair bent, maar stel eens even, ik vind het wel lollig ideetje. Hè? En ik vind ook die Mark Rutte, met die toppers, dat is toch een sympathieke man. Ik stop er een paar ton in. Nou, daar is geen enkele controle op of dat van u komt. En dat kunt u dan met de Cyprus-constructie kunt u dat wegsluizen, dat niemand ziet hoe het precies in elkaar steekt. Op een of andere reden hebben we dat nog steeds niet wettelijk behoorlijk georganiseerd. Neem Engeland, waar politieke advertenties op de televisie verboden zijn. Je kunt het gewoon verbieden. Heel simpel. Dat zou in Nederland ook kunnen. U weet, bij de vorige campagne, het waren wel ontzettend slechte spotjes. Ja, ik moet ongelukkigerwijs zeggen dat alleen Geert zijn sportje een beetje lollig was. Hij heeft wel talent, hè? Hij heeft een klein talent. Hij heeft één groot talent, dat is boos zijn. Hij is altijd boos. Nou ja, dat zijn zijn kiezers ook. En dan heeft hij natuurlijk voor het tweeten en dat werk heeft hij ook wat talent. Dat moet je hem toegeven. Hitler. We gaan als laatste even, even terug naar Amerika. We sluiten af met een... Ik zeg die dingen erbij, omdat je... Ja, nee, ik snap het helemaal. Die problemen die zich voordoen in de democratische politiek in West-Europa of in de Verenigde Staten, die zijn identiek aan elkaar. Ook de boze kiezers zijn ook identiek. Lees dat rapportje van het Sociaal Cultureel Planbureau over de boze kiezers in Nederland. Dat je denkt, van je hoeft de namen, kun je veranderen, en dan heb je gewoon precies, weet je, hoe het nu in Amerika gelopen is. Wij hopen, samen met de zaal, denk ik, de meeste mensen hier, dat Hillary Clinton uiteindelijk president wordt. Het betere van twee kwaden. Je hebt zelf gezegd, Obama was alles wat Bush niet was. Maar dan ben ik wel benieuwd, wat is Hillary dan ten opzichte van Obama? En dan wil ik een kort antwoord. Nou, het wonderlijke is dat je ten aanzien, dan zou Trump het moeten worden, want Trump is alles wat Obama niet was.
Dus in die zin zou de logica zou in principe in de richting van Trump wijzen. Hillary is de erfgenaam van Obama. Dat laat ze zelf ook voortdurend merken. Ik vind dat eigenlijk, ze zou veel liever, naar mijn idee zou ze veel beter een programma kunnen formuleren wat niet steeds gaat over haar echtgenoot en over Obama, maar datgene wat zij in de komende jaren daadwerkelijk zou willen veranderen, en nog eenmaal afgezien van het kunnen veranderen. Maarten van Rossum.